Welkom allemaal bij de online sessie gebruik van RWZI Effluent. Is het de oplossing voor de toenemende watervraag? Mijn naam is André Struker. Ik werk bij Waternet, ben daar bezig met het thema circulaire economie en energietransitie. Ben voorzitter van de STOA-commissie afvalwatersysteem, zoals dat heet, PCAW noem ik hem altijd. En vandaag uw dagvoorzitter. Hierbij wordt er geholpen door Michelle. Michelle, welkom. Ja, dank je. Welkom ook allemaal thuis. Ik ben Michelle Talsma en ik ben programmamanager watersystemen bij de STOA. Nou, voor wie het nog niet weet, de STOA staat voor Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer. En dat waterbeheer en onderzoek, dat doen we al meer dan 50 jaar. En daar zijn we eigenlijk best wel trots op. En we gaan dat groots vieren op 20 april. Dus iedereen thuis ook 20 april. Van harte welkom allemaal. Maar vandaag gaan we het dus hebben over gebruik van effluent. Heel goed, Michelle. En voor mensen die zich aan willen melden, de stoa.nl-website, denk ik. Ja. Heel goed. Dan wil ik je voorstellen even aan Cora, Cora Uiterlinde. Jij verzorgt vandaag alle vragen die binnenkomen en deelt ze met de mensen hier aan tafel. En kunnen we het gebruiken in de sessie. Ja, ik ben Cora Uiterlinde. Ik ben ook programmamanager afvalwaterzuiveringssystemen bij de STOA. En ik verzorg vandaag de Q&A. En ik ben heel benieuwd naar alles wat vandaag gepresenteerd wordt. Want het zijn projecten waar ik me ook mee bezighoud. Alles wat op de zuivering zich afspeelt. Heel goed, dankjewel Cora. Beste mensen, ga vooral zoveel mogelijk ook de vragen stellen in de chat. Wij kunnen ze dan hier meenemen en we gaan ze straks verder gebruiken. En ter informatie, dat is ook denk ik wel handig voor jullie om te weten, de presentatie en de opname die komen allemaal later op de STOA-website. Dus vandaag, zoals gezegd, we gaan het hebben over het gebruik van RWZI Effluent. RWZI natuurlijk voor iedereen bekend, rioolwaterzuiveringsinstallatie. En de vraag of dit de oplossing ook is voor de toenemende watervraag. We willen jullie en u vandaag graag ook meenemen op het gebied wat STOA allemaal aan het doen is, aan onderzoeken, waar Michelle en ook Cora volop bij betrokken zijn. Maar ook om van u te horen of we nog aspecten missen. Missen we nog kennisvragen? Alsjeblieft, komt u met verzoek ook hieromtrent. Even kort doorlopend het programma. Dadelijk krijgen we als eerste Ferdinand. Ferdinand Kiestra die gaat vertellen over vanuit de energiefabriek, grondstoffenfabriek, over de transformatieplatform Waterfabriek. Dan vervolgens Thomas Wagner, die over Aqua Connect gaat vertellen. Jelle Roordaar over de ultieme waterfabriek. De RWZI als waterfabriek voor robuuste watervoorziening door Ruud Bartolomeus. En als laatste risicobeoordeling voor de inzet van effluent in de landbouw door Imke Lenen. Michelle, de STOA heeft een prachtige praatplaat gemaakt, waar waarschijnlijk ook al deze onderwerpen in naar voren komen. Wil je ons eens even door die praatplaat heen loodsen? Ja, zeker. Graag doe ik dat. Ik wil ook nog wel even kwijt. Op het programma staan heel veel sprekers en vanuit de STOA dan doen we dat natuurlijk niet alleen. Maar we werken heel veel samen met andere partijen. En die partijen zijn vandaag ook allemaal aanwezig. Dus dat gaat het met name over universiteiten, kennisinstituten en het bedrijfsleven. Ja. Dus dat wilde ik nog wel even zeggen. Nou, de mensen thuis zien hopelijk nu ook die praatplaat in beeld. Ik begin even van links naar rechts. Nou, links zien jullie eigenlijk daar waar het afvalwater ontstaat of het effluent. En dat water gaat natuurlijk via de riolering naar de rioolwaterzuivering. Maar eerst proberen we natuurlijk ook wel te zorgen dat het water dat naar de rioolwaterzuivering gaat, dat we dat zo dik mogelijk houden. Dus dat bedoelen we eigenlijk met dat je het water dus ook bij de bron al scheidt. Dus dat je regenwater niet onnodig naar de zuivering stuurt. Nou, eenmaal aangekomen bij de zuivering, dat is het middelste deeltje. Zo'n zuivering die proberen we eigenlijk steeds meer om te bouwen naar een water- en grondstoffenfabriek. En met grondstoffen bedoel ik dan van, nou ja, er zitten hele waardevolle stoffen in, zoals bijvoorbeeld, ik hoor mezelf niet meer praten ook. Bijvoorbeeld fosfaat, dat in de toekomst ook schaarser wordt. Dus dat proberen we er echt bij die zuivering uit te gaan halen. Nou, vervolgens proberen we natuurlijk ook andere zaken als medicijnresten eruit te halen. En uiteindelijk hopen we dus dat je schoon water overhoudt. Dus dat je een soort waterfabriek krijgt. En we gaan vandaag dus kijken, ja, wat kun je dan met het water dat uit die waterfabriek komt? Je kunt het natuurlijk ook gewoon
toe laten stromen naar de beek of de sloten als voeding daarvan. En dat zie je eigenlijk rechtsonder. Nou, graag doen we dat dan via een zogeheten waterharmonica. Dan verlevendig je het water als het ware. Dus dan kunnen er ook weer planten en dieren in gaan leven, zodat het daarna weer terugstroomt naar de sloot en ook de vissen er weer profijt van hebben. Ja, dus je wilt daar wil je het ook vasthouden in het gebied, in het watersysteem zelf, ja? Ja, dus dan vloeit het als het ware terug naar het systeem. En ja, soms is dat ook wel heel erg nodig vanwege droogte, dat ook beken dreigen droog te vallen. En dan kan effluent natuurlijk een bron voor nieuw water zijn in de beek. Nou, volgende stapje is eigenlijk van iets meer rechts naar boven, dat je het kan hergebruiken in de landbouw. Maar ja, er staan wat uitroeptekens bij. Dus dat wil je natuurlijk wel, dat het zonder risico's gebeurt. En daar gaan we ook onderzoek naar doen, van hoe kun je nou zonder risico's goed gaan hergebruiken. Ja, en daar gaat Imke het ook in de laatste presentatie over hebben. Ja. Ja. Nou, vervolgens kun je het dus terug laten vloeien bijvoorbeeld naar het grondwater. Hè. Dan, dat zie je eigenlijk bovenaan de plaat, met dat pijltje omhoog, dat je het grondwater aanvult. Want het grondwater zakt natuurlijk in droge zomers ook steeds verder uit. Maar je kunt het ook nog verder opwerken en zelfs uiteindelijk gaan gebruiken als drinkwater. En dat staat vandaag ook op het programma. En je begrijpt, drinkwater, dat moet dan zo'n onberispelijke kwaliteit zijn. Dan mogen er echt geen risico's in zitten. Dus eigenlijk proberen we het hele plaatje vandaag ter sprake te brengen. Ja, nou, dankjewel. Dit is dus ook meteen weer een uitnodiging aan de mensen die kijken. Herkennen jullie het hier? Bevestig dat ook vooral. Als je bepaalde vragen ziet waarvan je denkt van, die zou ik ook graag wel eens een keer uitgelicht willen hebben, benoem dat ook vooral. Mocht je hier ook kansen voor jezelf zien, laat dat ook weten. En dan kunnen we dat ook hier vandaag ter tafel brengen. Dankjewel. We gaan naar de eerste spreker. Ferdinand Kiestra, innovator bij het waterschap AAMA's en een van de grondleggers en ook momenteel strategisch actief bij de energiefabriek Grondstoffenfabriek. Hij zal ons vandaag meenemen over het onderwerp EFGF, transitieplatform waterfabriek. Ferdinand, ga je gang. Ja, dankjewel André. En toch wel leuk om dan die waterfabriek ook een beetje in deze context te plaatsen die we hier zien. Dus dat is de energie- en grondstoffenfabriek. Natuurlijk zijn we al als waterschappen bijna 10 jaar, denk ik nu, bezig om allerlei mooie grondstoffen uit afvalwater terug te winnen. En hier zie je een beetje het spectrum van waar we dan met z'n allen mee bezig zijn. En met toiletpapier, met fosfaat terugwinnen. Inmiddels ook natuurlijk biomassa. Als waterschap hebben we dat ook in grote hoeveelheden. Bioplastics. In mei wordt er een mooie demonstratieinstallatie geopend voor het terugwinnen van bioplastics of het produceren daarvan. En waar we het natuurlijk vandaag over gaan hebben, de waterfabriek. Want als je al deze grondstoffen ziet, dan is water eigenlijk wel de mooiste grondstof die wij als waterschappen hebben op zo'n rioolwaterzuivering. En het mooie is, we hebben dat in grote hoeveelheden. Dus hier toch nog even het staartje. Als we effluent als een nieuwe bron zouden bestempelen, dan zie je linksboven in ons totale drinkwaterverbruik in Nederland. Bijna 1500 miljard kuub aan water. En rechts zie je het RWCT-effluent, wat bijna 50% meer is. Dus dat is een groot volume aan water wat we met z'n allen hebben. Ik vergelijk het wel eens even met de Maasafvoer. 100 dagen Maasafvoer. Heb je een beetje gevoel bij hoeveel is dat dan? Waar 230 kuub per seconde doorheen komt. Groot volume en je ziet hier een beetje de verhoudingen. Dus dit is een significant volume, ook als je het vergelijkt met bijvoorbeeld linksbovenin zie je ook nog de industrie en het gebruik wat zij hebben. Dan praten we over veel water. Goed ook om te zien hoe zich dat verhoudt tot het neerslagtekort. Dat zie je in die gele staven die daaronder staan. En een jaar als 2018 zie je dat we zo'n groot tekort hebben dat je dat met je RWCT-effluent ook niet eens zou kunnen bijbenen. Maar goed, om dit een beetje in perspectief te plaatsen en te snappen dat we echt een groot volume hebben. En wat dus voor een groot deel het drinkwater is wat we met z'n allen lozen, maar het is meer omdat we ook natuurlijk het hemelwater verzamelen op die zuiveringen. Dus groot volume, daar zijn we met de energie- en grondstoffenfabriek dan ook actief mee. En daar is een hele mooie club mensen die samen het leer- en transitieplatform vormen, zoals we dat met z'n allen hebben opgetuigd. Kijk even naar deze kopjes.
Daar herkennen jullie er ongetwijfeld een aantal van, of sommigen zullen zichzelf herkennen. Dit is de groep waarmee we nu praten over waterhergebruik. Soms ook een beetje bij elkaar uithuilen als het gaat om waarom is het toch zo verdomd moeilijk om dat soms voor elkaar te krijgen. En wat we doen, en dat is wel belangrijk, dus we leren van elkaar, we delen business cases, maar we hebben ook herkend dat dit echt een transitie is. En dat is eigenlijk de volgende slide. We zijn vaak gewend, en ook wel bij de STOA is dat zo, techniek is natuurlijk een heel belangrijk aspect. Hè, met nieuwe zuiveringstechnieken. En kijken hoe we hergebruik uiteindelijk technisch ook mogelijk kunnen maken. Maar we hebben geleerd dat waterhergebruik echt een verandering van onze praktijk is. Dus dit gaat ook over hoe sturen we daar dan op? Hoe gaat het, welke rollen hebben instituten uiteindelijk hierin? Hoe zit het met juridische vraagstukken? Acceptatie, ik denk dat dat vandaag ook nog langs gaat komen. En dus als we water gaan hergebruiken, wil ik dat dan wel? Industrieën die daar ook wel vragen bij stellen als ik dat gebruik in mijn processen, heel logisch. Financieel zou je zelfs nog kunnen zeggen, dus hoe hebben we dat hele systeem van watergebruik en waterproductie in Nederland nu georganiseerd? En moet dat ook niet anders? Dus wat wij vooral willen benoemen is, dit is een transitie. En focus je niet alleen op techniek, maar er zijn veel meer aspecten die hier bij om de hoek komen kijken. En dat maakt het een uitdagend avontuur. En ik denk dat we daar vandaag nog een aantal mooie voorbeelden van gaan krijgen. Als leer- en transitieplatform hebben wij eigenlijk een viertal grote thema's die we nu zien, die mogelijk hobbels kunnen zijn of een uitdaging voor om hergebruik uiteindelijk ook werkelijkheid te maken. En die wil ik graag met jullie doorlopen. Om te beginnen, en dat is misschien niet zo'n heel sexy onderwerp, dit komt vaker terug, maar einde afvalstatus is een dingetje. Hè, dat hebben we ook wel geleerd als we toiletpapier terugwinnen of kunstmest maken uit afvalwater. Alles wat je maakt uit afvalwater, en afvalwater is een afvalstof, dan is dat product per definitie ook een afvalstof. En gelukkig, en daarvoor zien we mooie lichtpuntjes hier rechts, het Europees Parlement heeft nu, en dat gaat vooral over toepassing voor landbouw, een wet voor hergebruik van gezuiverd afvalwater geaccordeerd, waarmee we in ieder geval voor de landbouw hele duidelijke richtlijnen hebben voor, oké, op deze manier zou je het kunnen hergebruiken. Dus als we daaraan kunnen voldoen, hoef je ook niet door je einde afvalstatus heen. Maar voor alle overige toepassingen geldt dat nog steeds wel. En nu pas in het nieuws heeft de recyclingindustrie, dat is het linkerartikel, die heeft er eigenlijk voor gepleit om te zeggen, al die secundaire grondstoffen die zou je uit die afvalstoffenwetgeving moeten halen. Als wij met z'n allen naar een circulaire economie willen, dan is dit echt een heel groot struikelblok. Maar goed, we moeten dit wel met z'n allen goed organiseren. Want er worden logischerwijs vragen bij gesteld, hè, die we ook bij cellulose hebben gehad. Als we daar weer servetjes van maken, dan stel je erover vragen. Waar komt dit vandaan en wat zit daar allemaal in? Dat geldt voor al deze grondstoffen en water is niet anders in die zin. Maar goed, dus dit komen we in de praktijk nu al tegen. Een ander onderwerp is, als die naar de volgende slide zou willen, maar hij blijft nog even hangen. Een ander onderwerp is dat we zien dat steeds meer waterhergebruiksprojecten uitgaan van membranen als de Holy Grail. Dus als we die stoffen allemaal uit het afvalwater willen halen, dan zijn membranen, met name reverse osmose, is eigenlijk een absolute barrière voor alles wat daarin zit. Dus wat we dan produceren is eigenlijk puur H2O. En dus een hele mooie oplossing om hergebruik mogelijk te maken. Wat je dan wel overhoudt is een concentraatstroom, die wij dan brein noemen. Daar hopen al die stoffen zich in op. Dus projecten die we nu bijvoorbeeld zien, ik heb er hier twee genoemd. Een project met Evides Industriewater en Brabantse Delta, waar ze RO willen gaan toepassen voor proceswater voor de industrie. Er staat ook bijvoorbeeld een nanofiltratieinstallatie op de zuivering in Asten. Dan produceer je een concentraat waar je nog wat mee moet. Hier zitten ook grote vragen nog omheen. Waar blijven we daarmee? En als het kleine volumes zijn, kan dat nog op de zuivering? Als het grotere volumes worden, wordt dat toch problematisch. En daar zie je al rechtsonder in de hoek, daar komt bijvoorbeeld ook de term PFAS weer terug. Dus als we die stoffen ophopen in een concentraat, dan zijn soms ook die PFAS-waarden zo hoog dat je dat niet zomaar meer kunt lozen of kwijt kunt. Dus dit is denk ik nog een uitdaging ook voor hergebruiksprojecten die we met z'n allen willen gaan realiseren. Dan wil ik weer naar de volgende slide, maar hij blijft nog even hangen. En hierna komt volgens mij wat we ook zien, en dat vind ik heel mooi, is dat we waterketen en watersysteem nu gaan koppelen.
Dus eigenlijk is dat waterhergebruik vooral nog geredeneerd vanuit de zuivering. En we hebben effluent en we hebben dit volume en we kunnen met die techniek deze kwaliteit maken. En maar eigenlijk gaat het erom, hoe zet ik dat effluent nu in ons hele gebied? Dus daar moeten we eigenlijk naar balansen toe. Met ons regenwater, met ons hemelwater, met grondwater. En wat kan effluent in dat hele spel betekenen? Nou, daar is al een mooi onderzoek door gedaan, ook door KWR samen met STOA. Dan zie je dit soort plaatjes, hè, waarbij we bijvoorbeeld alle onttrekkingen in het gebied eens een keer goed in kaart brengen. Dat we echt een hele waterbalans maken over dat hele gebied. En op die manier veel meer inzicht krijgen in hoe je het effluent zo slim mogelijk kunt inzetten. Brabant heeft rechtsonder, zien jullie dat, ook een grondwaterconvenant afgesproken. En dan zie je rechts al een heel rijtje aan partijen, dat zijn er 13, die voor dat hele systeem waterhergebruik ook omarmen. En dus voor die hele waterbalans van Brabant gaan kijken, hoe doen we dit nu slim? En daar zie je dus ook landbouw terugkomen, de provincie, natuurorganisaties. Nog maar weer ook de bevestiging dat dit niet zomaar een technisch vraagstuk is, maar echt een systeemvraagstuk. Waar al deze partijen iets van vinden en iets in te doen hebben, denk ik. En dan nog wel een mooie, vind ik, dat is de laatste voor mij even. Bert Palsma wees ons daar heel mooi op, ook vanuit de STOA. Is het niet eens tijd voor die waterfabriek om ook naar de afdeling inkoop te kijken? Dus het is wel leuk om het effluent goed inzichtelijk te hebben en allerlei gebruiksdoeleinden te vinden. Je moet ook goed snappen welk water nog binnenkomt en welk water er in de toekomst nog binnenkomt. Als we met z'n allen circulair gaan worden, dan zou dat wel eens heel anders kunnen gaan zijn. En je moet snappen dat natuurlijk een groot deel hemelwater is. Wat betekent dat als we met z'n allen gaan afkoppelen? Dat een deel nog rioolvreemd is, waarvan we nooit goed weten wat daar de oorsprong van is. Bijvoorbeeld dat soms grondwater in de rioolbuizen komt. Dat soms bij overstorten water in de riolering gaat. Dus we moeten ook misschien als waterschappen, als je een fabriek hebt om water te produceren, ook wat meer zicht krijgen en sturing wellicht op het influent van onze zuiveringen. Dat vind ik nog een heel boeiend thema voor de toekomst als het gaat om waterfabrieken. En dan als afsluiter, dat is heel mooi. Wij zijn ook bezig als Leer- en Transitieplatform om in het najaar, is nu het plan, weer een nieuw event te organiseren rondom de waterfabrieken. Toch wel leuk om even te noemen, want ik denk dat er nu in de afgelopen jaren al heel veel geleerd is over hoe we met z'n allen naar hergebruik zouden kunnen. Daar wou ik het maar even bij laten. Hier nog eventjes de koppen van de mensen in het leerplatform. En als je daar vragen over hebt, bel ze, mail ze. En als je zelf ook plannen hebt voor waterhergebruik, sluit aan, want we kunnen met z'n allen nog een hoop leren, denk ik, hier omheen. Dankjewel Ferdinand voor deze scherpe introductie. En wat mij eigenlijk opvalt, Michelle, is dat we het niet meer alleen hebben over afvalwater specifiek. Ferdinand schuift ondertussen al even aan. Het is ook een initiatief wat ontstaan is vanuit de waterschappen. Maar ik hoor je eigenlijk praten over de hele watersector. Valt jij dat bij STOA ook op? Dat het type onderzoek dat het zich steeds meer verschuift van alleen de afvalwatersector ook naar drinkwater, maar misschien zelfs de hele afvalsector? Ja, klopt. Eigenlijk zeggen we van je moet kijken hoe zo'n heel watersysteem functioneert. En dan zie ik als het ware ook de RWZI als een onderdeel van het watersysteem. En dat we nu gaan kijken, okay, van hoe kun je dan die connection tussen de afvalwatersysteem maken met het natuurlijke watersysteem. Ja. Dus die verbreding die zie ik zeker. En ja, zodra je met het natuurlijke watersysteem van doen hebt, dan heb je sowieso te maken met landgebruik. En nou ja, dan kom je in aanraking met de landbouw, maar ook met natuurorganisaties. Dus dan verbreed je automatisch met andere partijen. Ja. En ja, dat betekent waarschijnlijk, Ferdinand, dat het niet meer alleen maar de waterschappers zijn die actief zijn in jouw netwerk, maar dat het veel breder is. Nee, dat klopt. Dus dat is wel een goeie. Want ik liet net even die gezichten zien. Dat zijn dus ook drinkwaterbedrijven. Daar zit ook de VWIN bij. Daar zit ook de Unie van Waterschappen bij. Daar zit een Aqua Minerals in. Ook als het gaat om verwaarding en afzet en juridische aspecten. Hè. Dus daar zie je al dat systeem echt samenkomt. En het taalgebruik. Ik heb ook moeten leren om van kubus per uur naar liters per seconde, hè, die in het watersysteem vooral gebruikt wordt. Ik had er helemaal geen gevoel bij. Maar dus al zo simpel. Ja. Dat moet je met elkaar nog wel even leren hoe we dit op gaan tuigen. Ja. Heel boeiend, vind ik. En
Ik kijk ook even naar Cora trouwens. Zijn er vragen binnengekomen voordat ik zelf... Nou, de Q&A loopt nog niet storm, maar ik heb zelfs een mooi aanbod, Ferdinand. Want Rada Soekar van Waterschap Vallei en Veluwe, die zegt van... In Israël wordt eigenlijk al heel veel water hergebruikt. En de waterautoriteit daar wil ook heel graag kennis delen daarover. Ze hebben ook al normen vastgesteld en jarenlange praktijkervaring... Is daar behoefte aan om dat soort kennis te delen? En nou, misschien gaat het over Israël, maar misschien zijn er nog wel meer internationale ervaringen die ons kunnen helpen. Ja, tuurlijk. Dat is een hele goeie. Ik weet ook dat er onlangs een kennisuitwisselingssessie is geweest met Israël. Dus dat is heel goed, want daarin lopen we in die zin helemaal niet voorop. Hè? Op locaties in de wereld waar het al lange tijd heel droog is. Ja. Bijvoorbeeld Israël, maar je ziet het ook in Australië of Singapore... Ja, als je watertekort hebt of het is verzeeld, dan is daar al veel langer sprake van hergebruik. Ook voor drinkwatertoepassingen. Dus in die zin is het niet zo spannend. Wij moeten er met z'n allen nog, denk ik, een hoop in leren, ook in onze hoofden. En accepteren we dat dan allemaal. En waar zit dan de grootste uitdaging? Wat zijn dan de kennisvragen waar je dan naar op zoek bent? Is het dan technisch of de normen of hoe je het organiseert? Of, ja, ik denk al die vragen nog. Alles. Dus dat hele systeem hebben wij nog nooit zo gehad. Als wij nu als waterschappen effluent willen gaan leveren, gaan we dat dan zelf doen? Of moet daar toch een drinkwaterbedrijf tussen die veel meer gewend is om ook met... honderdduizenden klanten te werken en die hele back-office goed te organiseren. En als we effluent leveren, is dat dan gratis of gaan wij daar ook nog een deel opzetten? Omdat effluent misschien als halffabrikaat ook niet gratis is. En ik noemde net al wat aspecten, ook juridisch en zo. Dus we moeten dat met z'n allen, dat hele gesprek hebben we nog nooit gevoerd in dat hele systeem. Ja. Dat waren allemaal nog aparte koninkrijkjes. Ja. Daar zou ik ook wel benieuwd naar zijn hoe dat in andere landen dan... Ja, nou, er komt hier nog een suggestie bij om ook vooral bij onze zuidenburen ook te gaan kijken. En ik denk dat internationaal er nog wel meer landen zijn waar we heel veel van kunnen leren. De vraag is wel van hoe gaan we dat organiseren? Ja, ja. Kokzijde in België inderdaad. En daar heb je het indirect hergebruik. Dat komen we dadelijk ongetwijfeld nog tegen. Ja. Ja. Nou ja, ik vind het ook wel een interessant punt, dat hele internationale. Want wat je merkt is dat heel vaak de internationale waterorganisaties... of zelfs ook hele landen naar Nederland komen om te kijken hoe het daar kan. Maar we zijn eigenlijk nog niet gewend om zelf die vraag te stellen. Ja, boeiend. Ik merk het bij onszelf ook. We hebben beste contacten met Parijs, Berlijn, Singapore, New York. Maar om zelf nu de vraag te stellen en ook op te halen van wat daar allemaal kan... Ja. Ik weet niet hoe jij dat ziet, maar dat ja, maar dat ken ik zeker. Ja. En ik denk ook dat we dat best spannend vinden eigenlijk. Het is makkelijker om gewoon bij je normale taken en je rollen te blijven. Ja. Dan is dit allemaal best wel ingewikkeld. Ja. Ja. Michelle, zie jij dat ook vanuit de onderzoeksperspectief? Ja, nou ja, we halen inderdaad heel graag de kennis ook vanuit het buitenland naar Nederland. Wat ik wel merk is dat we... wel denken vaak van dat we in Nederland het heel goed georganiseerd hebben. En dat hebben we natuurlijk ook. Ja. Hè? Ik noemde al helemaal in het begin... we hebben universiteiten, kennisinstituten en een heel bedrijfsleven. Dus de gedachte dat wij voorop lopen, die speelt vaak wel. Maar misschien is het er niet zo. Dus ik denk ook dat ook al die partijen die met wie we samenwerken... dat we ook hen kunnen vragen van kijk eens wat er in het buitenland speelt. En neem dat in de projecten mee naar binnen toe. Ja. Dus wij kunnen het organiseren, maar ik denk op projectniveau dat je dat zelf ook zou moeten willen organiseren. Ja, ja. Ja, ik denk dat dat ook wel een mooie constatering is. De urgentie in andere landen, Israël werd net al even genoemd, die is heel anders dan die hier is. Maar we zien wel dat die urgentie straks zich wel hier naartoe kan verplaatsen. Dus dat kan ons denk ik ook helpen om die goede vragen te stellen. Nou ja, wij redeneren toch nog vaak vanuit het watersysteem van... ja, we hebben neerslagoverschot. Ja. Dus doe eerst eens iets met dat overschot voordat je denkt aan hergebruik van effluent. Ja. Maar ja, in laag Nederland, als het daar heel erg gaat verzilten... nou is het restwater van de rioolwaterzuivering wellicht een heel goede nieuwe bron. Ja. Dat is ook wel maatwerk. Hè? Dus het is ook moeilijk... We moeten oppassen dat we het niet generiek roepen voor heel Nederland. Hè? Dus ik merk ook wel verschillende geluiden. Hè? In Brabant wordt al een soort van moord en brand geroepen. Verzilting idem dito. Misschien in het noorden van het land dat weer heel anders is. Hè? Dus het is echt matig ook. Dankjewel voor het opstapje naar de volgende spreker. En we komen hier vast en zeker vandaag nog wel even op terug. Ja, mooi. Graag introduceer ik Thomas Wagner. Onderzoeker milieutechnologie van de Universiteit van Wageningen.
Zijn promotie heeft hij gedaan over de waternexus, Wetlands Removing Micropollutants. Momenteel is hij postdoc en een van de hoofdonderzoekers van AquaConnect. Nieuwe waterbronnen tegen toekomstige waterschaarste als gevolg van droogte. En daar gaat hij ons vandaag over vertellen. Dankjewel voor deze introductie, André. Ik ga meteen even door naar de volgende slide. AquaConnect, inderdaad, gaat over lokale versterking van het watervasthoudend vermogen en het gebruik van alternatieve waterbronnen. Wat gaan we nou doen in AquaConnect? Zoals Ferdinand ook al aangaf, de verbinding is nodig. En in AquaConnect verbinden we het watersysteem en de waterketen. We ontwerpen smart water grids, waarin de waterproducenten en watergebruikers met elkaar verbonden zijn. We doen onderzoek naar alternatieve bronnen voor watervoorziening, zoals behandeld effluent, maar bijvoorbeeld ook brakwater of zoutwater. En daarbij zorgen we voor verminderde onttrekking van kostbaar zoetwater en wellicht ook een vergrote infiltratie van zoetwater. En binnen AquaConnect willen we ook harde en groene infrastructuur met elkaar verbinden. AquaConnect is een NWO-perspectiefprogramma. Dat betekent dat we binnen AquaConnect sleuteltechnologieën gaan ontwikkelen voor deze smart water grids. Sleuteltechnologieën die we als BV Nederland kunnen exporteren over de wereld. En die sleuteltechnologieën binnen AquaConnect, dat zijn digitale technologieën en water op maat technologieën. Maar we hebben ons ook gerealiseerd dat we kunnen nog zoveel technologieën ontwikkelen als we willen. Die sociale kant, zoals Ferdinand al aangaf, is cruciaal. En daarom is in AquaConnect ook een sterke nadruk op die sociaal-technologische innovatie. Even kort AquaConnect NWO-programma. We werken met 13 verschillende AIO's bij verschillende universiteiten. Maar ook een hele sterke bijdrage vanuit de kennisinstellingen. Deltares, KWR, Hogeschool Zeeland, AMS, Wenner. We zijn net onderweg, 6 maanden onderweg en we lopen ongeveer voor 4,5 jaar. En wat gaan we doen? We gaan die regionale watergrids opzetten door kennis uit verschillende disciplines te combineren. We gaan modelleren hoe dit watersysteem zich in de toekomst gaat gedragen, wanneer brakwater wordt onttrokken, hoe dan zoet- en zoutwater zich gaan gedragen in de ondergrond. En wat de invloed is van bijvoorbeeld breinmanagement op het water in de ondergrond. Daar gaat hij. Daarnaast doen we risicoanalyses naar circulaire watersystemen. Wanneer je water gaat hergebruiken, welke stoffen zijn ook cruciaal om eruit te halen? En daaraan sterk gekoppeld, welke technologie is er nodig om dit eruit te halen? We focussen ons in AquaConnect vooral op membraantechnologieën, zoals elektrodialyse en nanofiltratie. En we willen ons specifiek focussen op het verwijderen van componenten die schadelijk zijn in circulaire watersystemen. Dan afhankelijk van het systeem bepaalt welke componenten dit zijn. Ja, zoals Ferdinand al aangaf, is een sterk onderdeel van AquaConnect wat gefocust is op water governance. Wat zijn nou de juridische belemmeringen voor waterhergebruik? Hoe kunnen we dit economisch aantrekkelijk maken? En wat zijn eventuele perceptieproblemen binnen waterhergebruik? Dit is wat wordt onderzocht aan de universiteiten en de kennisinstellingen die je ziet in dit werkpakket. En verder willen we dit regionale watergrid willen we modelleren, digitale modellen hiervan construeren, zodat we dit in de praktijk kunnen opzetten. Maar hiervoor zijn verschillende digitale tools nodig, ook om dit te kunnen operationaliseren en kunnen monitoren. Dit wordt ontwikkeld door de onderzoekers in dit werkpakket. En heel belangrijk binnen AquaConnect is het feit dat al deze technologieën die we aan het ontwikkelen zijn, land in het werkveld. En daarom werken we binnen AquaConnect samen met 37 of meer inmiddels stakeholders vanuit verschillende sectoren. In samenwerking met de kennisinstellingen die ook bij AquaConnect betrokken zijn. En linken we het onderzoek in AquaConnect echt aan het werkveld. Ondersteunende stakeholders in AquaConnect komen uit alle verschillende onderdelen van de watersector, technologieontwikkelaars, consultancybedrijven, maar ook de drinkwaterbedrijven, de waterschappen en overkoepelende organisaties, bijvoorbeeld zoals de STOA. En om dit onderzoek te gaan laten landen in het veld, zijn we bij AquaConnect een verbinding aan het maken met verschillende regio's in Nederland waar waterproblemen spelen. Overlappende waterproblemen binnen de regio's, maar ook
specifieke problemen voor de specifieke regio's. En we kijken hier naar 3 regio's in het westen van het land. De regio Amsterdam, waarin de urbane context erg belangrijk is. De regio Zeeuws-Vlaanderen, waar erg weinig zoet water beschikbaar is, maar waar wel veel water nodig is voor bijvoorbeeld de industrie en de landbouw. De provincie Zuid-Holland, waar ook problemen met zoutwaterintrusie een rol spelen. Waar je de grote industrie hebt, maar ook de glastuinbouw. En daarnaast kijken we naar de hoge zandgronden. Waar naast al deze sectoren ook de natuur erg belangrijk is. En waar we ook de afgelopen jaren de grootste problemen hebben gezien met droogte en met schade in de natuur. Nou, zoals ik al zei, we zijn nu ongeveer 6 maanden bezig met Aqua Connect. In die tijd zijn er verschillende AJO's aangenomen die in die 6 maanden hun onderzoeksvoorstellen hebben geschreven. En de vraag is nu van wat gaan die AJO's nou concreet doen? Dat heb ik even uitgelicht voor de verschillende regio's in Nederland waaraan we verbonden zijn. Wat je ziet in Zeeuws-Vlaanderen is dat de nadruk gaat liggen op de governance. Hier is in het verleden heel veel onderzoek gedaan naar technologie al en waterhergebruik. De technologie die daarvoor benodigd is. En nu is er echt een noodzaak dat het duidelijk wordt van wat is onze gezamenlijke visie in Zeeuws-Vlaanderen. Wie wordt er verantwoordelijk voor het watersysteem? Wie gaat de boel managen? En hoe werkt dit in combinatie met water wat vanuit België komt? Dus ook die interactie internationaal is hier heel belangrijk. Verder wordt hier ook doorgewerkt op figuren zoals je die ziet links, waarin binnen een eerder onderzoeksprogramma WaterNexus al die regio is gemodelleerd en is gekeken van nou, waar is water beschikbaar en hoe kunnen we dat naar een potentiële gebruiker brengen. In Zuid-Holland verbinden we aan de CoStar pilot van Dunea, waarin brak water wordt opgepompt om drinkwater van te produceren. En daarbij wordt dan ook ruimte gemaakt in de ondergrond voor zoetwater, om dat terug te kunnen brengen. Maar hierbij zijn ook verschillende vraagstukken, zoals wat doen we met de brijn die er ontstaat vanuit de zoetwaterproductie, vanuit dat brakke water. En hoe gaan die verschillende waterlagen in de ondergrond, zout, brak, zoet, zich nou gedragen wanneer we een van de 3 eruit gaan halen. Dus hier wordt vooral veel gemodelleerd in de ondergrond. En daarnaast focussen we ons op de glastuinbouw. Glastuinbouw heeft ook al een sterke geschiedenis met onderzoek doen naar waterbehandelingstechnologie. Een van de vragen die hier nog steeds speelt is hoe kunnen we nou specifiek natrium uit het water verwijderen. Maar in die glastuinbouw is ook zijn veel mogelijkheden om alternatieve waterbronnen te gebruiken. Dus hier willen we ook dat modelleren gaan inzetten om te kijken van kunnen we nou andere waterbronnen behalve grondwater gebruiken voor de watervoorziening in de glastuinbouw. In de regio Amsterdam focussen we ons op een van de waterfabrieken in die regio. Van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Waarin ze verschillende demo's hebben lopen om water beschikbaar te maken. Uiteindelijk voor drinkwaterproductie. En hier koppelen we risicoanalyse binnen Aqua Connect aan. Welke microverontreinigingen blijven nou in dit water achter naar de verschillende technologieën? Welke worden wel verwijderd? En wat is nou nog de risico van het water wat hieruit komt? En daarnaast kijken we naar de urbane context. In de regio Amsterdam was in de afgelopen zomers veel problemen met de watervoorziening voor de groengebieden en de parken. Hoe kunnen we nou ervoor zorgen dat ook in hete zomers, zoals in 2018, 2019, voldoende water beschikbaar is om die parken mooi groen te houden? Dan hebben we ook de regio Hoge Zandgronden. Een van de dingen die we daar gaan doen is het modelleren van een van de drainagegebieden van een van de beken daar, de Baakse Beek, in samenwerking met Waterschap Rijn en IJssel. Zij gaan verschillende maatregelen implementeren om ervoor te zorgen dat zoet water beter beschikbaar is. En hier wordt gemodelleerd van wat is nou het effect van zo'n maatregel op het hele regionale watersysteem? En hoe zie je dat nou terug in de waterbeschikbaarheid binnen het regionale watersysteem? En daarnaast lopen hier ook al pilots binnen de hoge zandgronden waar we aan gaan verbinden. Rechtsboven zien jullie een figuur van de pilot Haaksbergen, waar landbouwgrond wordt geïrrigeerd met behandeld afvalwater. En de focus ligt hierop, hoe gedraagt zich nou
de stoffen die in dit behandelde afvalwater zitten, zich hier in de ondergrond. Wordt dit opgenomen door de planten of verdwijnt dit ergens in de ondergrond? En waar kunnen we nou die componenten terugvinden? En dit geldt ook voor de figuur die jullie rechts beneden zien. Hier wordt water geïnfiltreerd als toekomstige drinkwaterbron. Dit water kan oppervlaktewater zijn. Wat gebeurt er nou met die stoffen wanneer dit in de ondergrond wordt geïnfiltreerd? Na AquaConnect hopen we die digitale modellen van die regio's te kunnen hebben. Ook tools om dit te kunnen optimaliseren. Tools voor governance. En ook demonstratie van die smart water grids in Nederland. Dankjewel. Dankjewel Thomas voor deze mooie toelichting op een zeer groot project voor 4 jaar. Michelle, de STOA is voor toegepast onderzoek. Dit is wat breder neergezet, maar ik hoor hier ook heel duidelijk toegepaste casussen die benoemd zijn. Is dat ook het werk of de insteek van STOA geweest? Ja, klopt. Voordat dit programma van start ging, hebben we ook met alle waterschappen aan tafel gezeten om te definiëren wat zijn onze kennisvragen die we heel graag in dit programma in willen brengen. En we zitten zelf ook in het programma goed aan tafel op verschillende niveaus. Dus dat is eigenlijk onze leidraad ook voor het programma van, om te kijken van oké, wat levert het op? Worden onze kennisvragen worden die inderdaad goed opgepakt binnen het programma? En je zegt, ja, het is wetenschap, maar het voordeel van deze wetenschap is ook van, nou ja, ze hebben gewoon 4 jaar de tijd om eens een keer goed ervoor te gaan zitten. Van, je merkt ook bij waterschappen, van, is het vaak projectgebonden, hè? En dan hoop je snel een resultaat te hebben. Maar soms moet je er gewoon meer tijd voor uitnemen, voor uittrekken en er gewoon eens 4 jaar tegenaan gaan. En dat je zegt, nou, we gaan ook 4 jaar lang monitoren om te kijken, ja, wat er nou gebeurt in het systeem. Ja. Dan kun je ook wat extra seizoenen meenemen en zo. En dan, ja, dan hopen we natuurlijk ook dat, dat de wetenschap uiteindelijk ook de toepassing gaat zoeken. En ja, ongetwijfeld komen we weer nieuwe vragen uit naar voren, maar die kunnen we dan weer in de praktijk vorm gaan geven. Ja. Dus we zijn heel blij dat we ook meedoen met wetenschappelijke studies. En nou ja, het is geen carte blanche, maar we gaan dus wel ook sturen op de vragen die we in hebben gebracht. En Thomas, zie jij de STOA als een lastige partner? Of, want ik hoor ze wel behoorlijk dat ze er behoorlijk scherp op zitten. Nou, vooral als een heel nuttige partner. Ja, er zijn een aantal waterschappen vertegenwoordigd binnen AquaConnect. Natuurlijk ook een aantal niet. Ja. Maar toch via de STOA hebben we toch een link met die waterschappen. En als je naar het regionale systeem gaat kijken, dan heb je die waterschappen uiteindelijk nodig. Want die zijn verantwoordelijk op dit moment voor dat regionale systeem. Ja. En zo ligt toch die link met die waterschappen die die er niet zijn. Jullie zijn net gestart, hè? Een half jaar. Wat is jouw droom dat er over 4 jaar zou moeten liggen? Nou, ik hoop dat we over 4 jaar 1 of 2 pilots binnen AquaConnect hebben gelopen, waarbij we echt van al die verschillende kanten die pilot hebben aangevlogen. Dus vanaf die digitale kant, die waterbehandelingskant, maar vooral ook die sociale kant van hoe gaat het nou hier juridisch, wie wordt er nou verantwoordelijk voor dat water, wat wellicht nieuw te gebruiken is. Ja, dus echt van al die kanten, dat hebben we kunnen combineren in 1 of 2 pilots binnen AquaConnect. Ja, wat ik ook hier zie is dat het niet alleen bij een van de watersectoren blijft, maar dat we het juist ook breder trekken. En ik hoorde 37 partijen of iets dergelijks. Dus je zoekt ook heel duidelijk die verbinding ook met partijen die of met woningbouw bezig zijn of met de ruimtelijke ordening, gemeenten waarschijnlijk. Ja, ook de provincies en de gemeentes zitten erbij en het ministerie van INW. Dus ook die partijen inderdaad die gaan over het regionale systeem en hoe dat in elkaar steekt. Lijkt me heel complex. Is heel complex. Is ook een stukje verwachtingsmanagement bij iedereen. Van nou, wat gaan we doen als wetenschappers? We moeten ons uit ons ivoren wetenschapstorentje treden. In verbinding blijven met iedereen. En iedereen ook proberen met iedereen te communiceren op een manier dat het voor iedereen duidelijk is wat we gaan doen. Ja, heel mooi project. Ik denk dat we er dadelijk in de discussie nog wel even op doorgaan. Ik wil even verder gaan naar de volgende spreker, Jelle Roordaar. Na zijn promotie in Delft over membraantechnologie van RWZT Effluent, membranen al een aantal keren gehoord vandaag, is Jelle werkzaam nu bij twee adviesbureaus, Grondmeijer en MWH.
En hij heeft bij twee drinkwaterbedrijven gewerkt, WML en Evides. Daarna nog als directeur bij Waterschap Limburg. Dus zijn sporen in de watersector die heeft hij links en rechts wel verdiend. Sinds 2020 heeft Jelle een eigen adviesbureau, Roorda Advies, om vol enthousiasme mensen te verbinden op vraagstukken rond waterkwaliteit, klimaatadaptatie en innovaties, met een sterke focus op goede samenwerking tussen organisatie. Vandaag vertelt hij over de ultieme waterfabriek. Jelle? Dankjewel. Ja, ik vind het hartstikke leuk om jullie wat te mogen vertellen over de ultieme waterfabriek. Als je kijkt naar de startsheet die we daar hebben, daar zie je een mannetje op de maan met daarachter een blauwe planeet. En we denken toch wel, het is al voorbijgekomen ook in andere presentaties, drinkwater maken uit gezuiverd afvalwater. Hoe haal je het in je hoofd? Dat is toch het gevoel wat er leeft. Maar stel nou eens dat dat wel zou kunnen, dan is dat misschien wel een moonshot. En als dat kan, dan kan misschien wel alles. Ja, en hoe actueel het is, wil ik jullie graag nog even laten zien. Ik denk dat bij de meeste mensen die zitten te kijken, dat wel helder is dat ook drinkwater, we dachten altijd, het is er genoeg, maar in alle regio's, regio Amsterdam en de regio Brabant, Vitens heeft het erover. Deze week was er nog een bericht vanuit de VWIN die zegt 900.000 nieuwe woningen. We kunnen niet garanderen dat er voldoende drinkwater is, dus het is echt wel urgent. Is er genoeg water? En als je kijkt naar de bronnen waar je dan naar kijkt, dan zie je aan de linkerkant van het plaatje de twee bronnen die wij op dit moment gebruiken. Dat is vooral grondwater en oppervlaktewater. En aan de rechterkant zie je de bronnen die we denken naar de toekomst toe ook nodig te gaan hebben. Want er is niet altijd meer genoeg grondwater en er is ook niet altijd genoeg oppervlaktewater. Hoe raar het ook klinkt in Nederland. Dan kijken we dus, het is al voorbij gekomen naar brak grondwater. Kan je daar nou zoet water uit maken? We kijken zelfs naar zeewater in de regio's, vooral langs de kust natuurlijk. We kijken ook naar regenwater. En ja, zou je dan toch ook niet naar die zoetwaterbron moeten kijken waar we het vandaag over hebben? Naar RWST effluent. En dit is toch wel het algemene gevoel. RWST effluent is geen geschikte bron voor drinkwater. Dat is interessant, want al 10 jaar, misschien zelfs al wel 30 of 40 jaar, horen we er overal over. Kijk ook eens naar effluent, daar moet je toch drinkwater van kunnen maken. En dan verschijnen er in de media dit soort berichten. En dan komt er iemand naar je toe en die vraagt, zou jij pis drinken? Ja, ik weet niet hoe het met jullie zit, maar ik zou geen pis drinken. Natuurlijk niet. Maar ik zou misschien wel, net zoals die astronaut die we net hebben gezien, die maakt van al het water wat hij wat als urine naar buiten komt, wat als transpiratie naar buiten komt, dat wordt allemaal intern gerecycled. Dus we weten ook, het kan. De vraag is natuurlijk ook, is het zinvol ten opzichte van andere bronnen die je hebt? Maar stel je nou eens voor dat het RSD effluent wel een geschikte bron voor drinkwater is. Stel nou dat dat zo zou kunnen zijn. En er zijn op een aantal plekken in de wereld heeft men, is men eigenlijk al voorbij die vragen zegt, ja, het is gewoon een geschikte bron voor drinkwater. Jullie zien links twee voorbeelden uit de Verenigde Staten. In Los Angeles zeggen ze, 100% van ons afvalwater gaan we recyclen naar drinkwater in 2050. Rechts zien jullie een voorbeeld in Kokseide, is ook al voorbij gekomen. Net over de grens in Vlaanderen. Dan maken ze al 20 jaar op basis van gezuiverd rioolwater, maken ze drinkwater. De mooie ervaring daar is, in die 20 jaar zijn ze er heel transparant over geweest. En iedereen zegt eigenlijk, we hebben hier heerlijk drinkwater. En rechtsonder misschien het meest genoemde voorbeeld, en ook het meest bekend, Singapore, die daar ook grote stappen in heeft gezet. En waar de taxichauffeur jou met trots kan vertellen dat het water wat je drinkt eerst afvalwater was. Ook die schaarste aan bronnen, die komen we ook tegen in de nieuwe beleidsnota drinkwater. Belangrijk document voor de drinkwatersector. En een van de dingen die daarin staat is dat er zijn ook alternatieven voor de bronnen die we nu hebben. En wat het aardige is, dat effluent van RWST hier expliciet genoemd is. Het ministerie zegt niet ga dit gebruiken. Maar het ministerie zegt hierbij ga vooral verkennen wat er voor nodig is om effluent als bron naast andere bronnen ook
te kunnen gaan gebruiken. Dus stel je nou eens voor dat effluent wel een geschikte bron is voor drinkwater. Waar is dat dan een geschikte bron? Hoe moet je dat dan doen? Wat kost dat? Waar gebruik je dat water voor? Ja, en ook daar, hè, waar is het nou een bron voor? Ontstaat heel snel spraakverwarring of een verschillend beeld. Moet dat dan drinkwater zijn wat jij en ik ook kunnen drinken? Of moet je dat toepassen op plekken waar je nu bijvoorbeeld voor de industrie drinkwater gebruikt? Zou je dan dit water als bron kunnen maken voor die water, dat water van dat kwaliteit? Iemand zei, misschien moet het wel drinkbaar water noemen. Of kan je er ook drinkwater van maken? In ieder geval op dit moment kan je in Nederland nog niet zeggen dat je drinkwater mag maken uit effluent. Daar is echt wel veel kennis en heel veel gesprekken zijn daarvoor nodig. En dat is waar we ons op richten. En als je het dan hebt over drinkwater maken uit gezuiverd rioolwater, dan heb je eigenlijk twee routes. Aan de linkerkant zie je de indirecte route. En dan zie je dat links onderin zie je dat er een milieubuffer is neergezet. En dat betekent dat je nog steeds in een gebied bijvoorbeeld hele grote buffers maakt, of je brengt het in de ondergrond en dan haal je daarna weer uit de ondergrond. Betekent wel, daar heb je heel veel ruimte voor nodig. Aan de rechterkant zie je, het kan ook rechtstreeks. En je zou dat milieubuffer ook kunnen vervangen, wellicht door een technisch buffer. Dat is in ieder geval het idee wat er leeft. Dat is precies wat ze natuurlijk doen. De mensen die naar de ruimte vliegen, daar zit een milieubuffer tussen. Zou misschien een voordeel kunnen hebben ten aanzien van dit aspect. Maar misschien naast het feit dat we veel water nodig hebben, ruimte is volgens de mensen die daar verstand hebben, kijk, lees daar ook over de NOVI, de Nederlandse omgevingsvisie. Ruimte is de grootste opgave in Nederland de komende jaren. We hebben een energietransitieopgave, we hebben een woningbouwopgave, we hebben een circulaire landbouwopgave, we hebben een natuuropgave, een stikstofopgave, noem het allemaal maar op. En waar ga je die ruimte dan voor gebruiken? En stel nou dat je dan iets zou kunnen vinden om de extra hoeveelheid drinkwater die je nodig hebt, om dat te kunnen doen met een beperkte ruimtelijk beslag. Misschien is dat wel heel erg interessant. En dat is natuurlijk onderdeel van een transitie. En dat is ook wel heel interessant. Dit boek, een aanrader van Jan Robmans, die schreef over transities en die zei van, ja, weet je, laat onszelf nou niks wijs maken. Als er een groot probleem is, en nu bijvoorbeeld over de beschikbaarheid van water, denk nou niet dat het kan voor hetzelfde kostenniveau als dat we nu doen. Want de negatieve kosten, het negatieve impact op het milieu, die rekenen we nu ook niet mee. Maar wil je het anders doen, dat gaat natuurlijk ook wel wat geld kosten. Wij zijn dus over dit onderwerp sinds 2020 met een groot aantal partijen aan de slag. En daar ben ik ontzettend trots op. Het is ook namelijk niet een vraagstuk van één drinkwaterbedrijf of van één waterschap. Dit is echt een vraagstuk van de hele watersector. Dan moet je dus allemaal de koppen bij elkaar steken. En eigenlijk zegt iedereen, we moeten erover nadenken, maar moet dat wel nu? We hebben in 2020 tegen elkaar gezegd, nou laten we dan juist nu de tijd gebruiken. Nu we deze bron misschien niet morgen nodig hebben, maar misschien over 5 jaar wel willen besluiten of we het kunnen gebruiken, laten we dan met elkaar de koppen bij elkaar steken. En we hebben in het afgelopen jaar daar heel veel over gesproken met veel mensen van al die betrokken organisaties. En we zien dus ook inderdaad die druk op ruimte maakt nieuwe windlocaties heel erg moeilijk. Je hebt dan vaak te maken met een groot waterwindgebied, met een grote beschermingszone. En ook op nieuwe plekken die zijn aangewezen door een provincie. Daar zou je nog een waterwinning kunnen beginnen. Ja, dan zal de wethouder die gaat over de gemeente waar het dan toevallig valt zeggen, ja, maar we hebben ook een woningbouwopgave. We hebben ook nog een andere opgave. Mogelijk biedt dit een kans voor een directe route. Wat we ook zien is dat we moeten van papier af. We moeten echt af van de studies. We moeten echt toe naar om het ook in de praktijk te laten zien. Want als je hier theoretisch over nadenkt, komen we er altijd uit. Maar voor de look, de taste en de feel heb je ook nodig dat je straks dat water, ik zou willen zeggen, zou kunnen drinken, zou kunnen proeven. En we denken dat er heel veel vragen zijn. Er zijn ook heel veel redenen die aangehaald worden om het niet te doen. We hebben dat geprobeerd in dit project om te draaien en zeggen, waarom zou je het niet doen? Hoe zouden we dat dan kunnen onderzoeken? Waarom dat dan in zit?
En we zien vooral, hè, het is geen technische opgave. Ik heb jullie net laten zien dat het op een aantal plekken in de wereld al gebeurt. Het is vooral een transitieopgave. Die term kwam ook terug in de andere twee presentaties. En het gaat er ook om over wat is nou de perceptie van het effluent als bron. Is het nou logisch om dat te gaan gebruiken? Waar ga je dat doen? Kan het een aanvullende bron zijn? Wat zijn de consequenties daarvan? Wat moet er gebeuren om dat ook voor elkaar te krijgen? En daar willen we ons de komende jaren op gaan richten. Dat gaan we ook doen op een plek in Nederland. En RSD als bron voor drinkwater. Misschien moeten we ook wel hierin proberen om te denken. En de realiteit is dat wij op dit moment voor de komende jaren verwachten echt te weinig drinkwater te kunnen maken uit de bronnen die we hebben. Dus misschien moeten we wel stappen over alle belemmeringen die we zien. En dat nu gewoon eens een keer echt met elkaar verder gaan onderzoeken en verder gaan uitwerken. Dankjewel. Dankjewel, Jelle. Jelle komt zo aan de tafel zitten. Michelle, de vraag, waarom stapt STOA hierin? Nou ja, wij willen ook af en toe een beetje dromen, hè? Want het is wel een droom van de toekomst. Van, kun je dan effluent als drinkwaterbron gebruiken? En wat je dan zegt, inderdaad, van ja, moet je hier wel aan beginnen? Maar ja, aan de andere kant wil je ook gewoon af en toe verder kijken dan het hier en nu. En nou ja, ik ben ook zelf wel heel nieuwsgierig naar van papier naar praktijk. Van durft iemand zijn vinger op te steken om te zeggen, oké, wij gaan eens op microschaal kijken of je dan inderdaad drinkwater uit dat effluent kan gaan maken. En ik hoorde ook de sprekers wel een aantal keren zeggen van ja, de governance is heel belangrijk. En dan vind ik governance zelf altijd een heel ingewikkeld iets. Zo van, wat is dat dan? Maar ik denk ook van, nou ja, dat we ook vanuit de klant moeten gaan denken. Vanuit de ontvanger. Van, nou ja, wat vindt de landbouw hiervan? Willen ze eigenlijk dat water wel gebruiken? Nou ja, ook onszelf, hè, van we zitten hier ook water te drinken. Hopelijk komt het uit de kraan en niet uit de flesje. Ga vanuit uit de kraan. Maar dat je dan zegt, van ja, ik wil dat het wel gewoon onberispelijke kwaliteit is. Want we geven in Nederland heel hoog op over van, nou, we hebben een heel goed drinkwater. En daar zijn we trots op, maar dat moeten we ook zo houden. Dus, en je zei ook van, nou, het is geen technische opgave. Maar ja, ik denk zelf toch wel dat het best technisch inhoudelijk lastig is om het zo mooi te krijgen. En dat gaat natuurlijk ook wel wat kosten. Ja, nou, die governance en de klant, die kunnen we straks denk ik aan de ronde tafel heel goed bespreken. En voor die technische aspecten, ik wil ook even naar Cora kijken. Cora, heb jij een vraag die Jelle zou kunnen beantwoorden? Nou, in de Q&A worden vragen gesteld over de religieuze aspecten van hergebruik van drinkwater. Van, is het wel halal? Blijkbaar is ook een imam die het als haram had bestempeld. Dus niet geschikt voor moslims. Hoe ga je daarmee om met de culturele aspecten voor het hergebruik van gebruikt water? Ja. Jelle, heb je daar, is dat meegenomen in jullie afweging? Of is het... Ik kan zeggen, we nemen alles mee. Nee, maar even zonder gekheid. Ja. Natuurlijk moet je daar ook naar kijken. Kijk, je kan je wel afvragen van, hoe zit het dan bijvoorbeeld met oppervlaktewater? Oppervlaktewater, daarvan weten we ook, in de zomer bestaat het voor een belangrijk deel uit, ook uit gezuiverd afvalwater. Is dat dan ook haram? Het andere wat ik denk, en dat heb ik ooit al geleerd op de middelbare school bij volgens mij aardrijkskunde, die zei, ja, elke druppel water die hierin zit, elk molecuul, is al een aantal keren door een lichaam heen geweest. Bij ons zeiden ze, elk glas water wat je drinkt, daar zit een molecuul in, dat is ook door Napoleon heen gegaan. Ja. Maar vanuit dat idee denk ik van, ja, laten we dat wel serieus nemen. Ja. Als ik vervolgens ook hoor hier aan tafel dat bijvoorbeeld in Israël dat al gebeurt, als dit in Singapore al gebeurt, dan denk ik, ja, daar zullen ze ook over dat aspect hebben nagedacht. Ja, ja, dus ik hoor je eigenlijk zeggen van, het is nog niet direct een onderwerp in jouw project. Nou, ik denk niet. Ik denk zelf, ik weet niet hoe groot het, dit onderdeel is. Het is ook een beetje hoe je ernaar kijkt, hè. Kijk, uiteindelijk, heel veel dingen die wij nu gebruiken, die zijn ooit afval geweest. Ferdinand liet iets zien over einde afvalstatus. Hoe wij hier bijvoorbeeld technisch naar kijken, je moet je zelfs afvragen, maak je nou stel we maken drinkbaar water, maken we dat dan uit gezuiverd rioolwater, of zit er een tussenstap tussen? Ja. En ik denk eigenlijk wat we doen, het gezuiverde rioolwater, daar halen wij puur water uit. En uit het pure water gaan we vervolgens drinkwater maken.
De afvalstroomstoffen die zitten daar helemaal niet in. Nee. En wat heb je bereikt na afloop van dit project? Ben je dan echt al met concrete stappen bezig? Misschien met membraanfiltratie? Nou ja, wij zitten nu dus aan de vooravond van het punt dat we het willen gaan demonstreren. Ja. En wat ons doel is met dat demonstreren en het hebben over al die transitievraagstukken, want daar gaat het vooral om, is dat we over vier, vijf jaar in Nederland ook kunnen zeggen, hey, we hebben hier ook de mogelijkheid om effluent te gebruiken als bron. Is dat nou wel een goede keuze of is het dan dat nu niet een goede keuze? En dat er ook een goede onderbouwing, dat we voor die goede onderbouwing gaan zorgen. Ja, dankjewel Jelle, ook voor je toelichting. Straks gaan we het hier nog wel uitgebreider aan deze tafel over hebben. Ik ga naar de volgende spreker, Ruud Bartholomeus. Na zijn promotie bij de VU in Amsterdam is Ruud bij KWR in Nieuwegein werkzaam gebleven. Momenteel is hij daar Chief Science Officer en werkt hij al aan robuuste watersystemen voor alle sectoren met de focus op hergebruik van afvalwater. Hij probeert wetenschap en praktijk samen te brengen en sinds 2017 is Ruud daarnaast onderzoeker en onderzoekscoördinator bij de WUR. Vandaag vertelt hij onder welke condities hergebruik van RWCT effluent zou kunnen bijdragen aan de toenemende watervraag. De RWCT als waterfabriek voor de toekomst. Ruud? Ja, dankjewel voor de introductie. Nog één achtergrond erbij. Ik ben hydroloog, dus ik denk en werk vanuit het watersysteem. En zo is ook hoe wij eigenlijk aankijken tegen die RWCT als bron van zoetwater voor een robuuste zoetwatervoorziening. Er is al veel gezegd hè, waarom dat nou nodig is. Hè. We zien steeds meer druk op het watersysteem ontstaan. Drogere zomers. Dat is allemaal in het nieuws geweest. Wat we ook zien is dat we met z'n allen als mensen gebruik maken van dat watersysteem. En wat je in deze figuren, wat we daar hebben weten te schetsen, proberen te schetsen is, wat is nou de druk die wij als met menselijke activiteiten uitvoeren op dat watersysteem? Nou, dus, dan zien we dat we water onttrekken voor de productie van drinkwater. We onttrekken water voor de landbouw, voor irrigatie in de landbouw. Nou, en de dikte van elke pijl in deze zogenaamde Sankey-stroomdiagrammen geeft een volumestroom aan. En de kleur van de pijl geeft een indicatie van de waterkwaliteit. En dan zie je dat het water bij drinkwater is eigenlijk de mooiste kwaliteit. Dan gebruiken wij het, dan maken we er eigenlijk de minst mooie kwaliteit van. Dat water wordt gezuiverd. En vervolgens wordt dat afgevoerd via het oppervlaktewater. In de huidige situatie, de linker figuur, zie je dat we in het huidige klimaat, in de huidige situatie, ruim 900 miljoen kuub grondwater onttrekken per jaar. Dus dit is nog niet gespecificeerd naar seizoenen, maar dit is wat we per jaar onttrekken. En ik ga je niet vragen om alle pijlen in detail te bekijken, maar als we kijken naar wat er gebeurt in het toekomstscenario stoom voor 2050, dan zien we dat die druk op het grondwater enorm toeneemt. Met meer dan 400 miljoen kuub neemt die toe als we niet op een andere manier met ons water omgaan. Er zitten twee boodschappen bij. Er is niet één sector die verantwoordelijk is voor die toename op de druk op het grondwater. Nee, elke sector gaat meer water gebruiken. Er is meer vraag voor drinkwater, meer vraag voor irrigatie in de landbouw, meer vraag voor industrie. Dus dit laat zien dat we allemaal aan zet zijn. Maar het laat ook zien dat we eigenlijk een hele hoop, en dat liet Ferdinand er straks al zien, een heleboel effluent eigenlijk produceren, waar we nu nog niet zo goed gebruik van maken. Natuurlijk heeft het al een functie in het watersysteem, maar wat zijn er nou voor andere mogelijkheden en welke verbindingen kunnen we nou maken tussen verschillende sectoren om beter met het beschikbare water om te gaan? En de centrale vraag die we daarbij eigenlijk stellen, hoe kunnen we nou door sectoren te verbinden, waterstromen te verbinden, de druk op het grondwatersysteem verlagen? En deze tweede zin, de hergebruik van restwater, maar ook waterbesparing, zijn voorbeelden van oplossingen die een bijdrage kunnen leveren. Ik wil daar even benadrukken, als we het praten over de zoetwatervoorziening. Het begint echt dat we moeten zorgen dat we veel meer water vasthouden, veel minder water afvoeren. En vervolgens ook daadwerkelijk wel aandacht besteden, en daar hebben we het vandaag over, door het minder gebruik van grondwater en het efficiënter benutten van de bronnen die we hebben. Nou, is ook al eerder genoemd. We gaan veel meer werken vanuit de waterketen en watersysteem als één systeem. En wat deze figuur hier ook laat zien, we kunnen nu het effluent in plaats van afvoeren via het oppervlaktewater, kunnen we bijvoorbeeld de industrie van water voorzien, waardoor de industrie minder water hoeft in te nemen vanuit het drinkwaterbedrijf of minder grondwater hoeft op te pompen. Of voor de landbouw, zodat je de landbouw kunt loskoppelen van irrigatie uit het grondwater. Maar belangrijk is om te realiseren is dat welke maatregel je neemt, bijvoorbeeld door effluent in te zetten voor de landbouw,
dat het effect heeft op andere plekken in je watersysteem. Ja, zo wordt het water bijvoorbeeld niet meer afgevoerd via het oppervlaktewater. En moet je ervoor zorgen natuurlijk dat die beken nog wel watervoerend blijven. Dus het is echt wel een systeemopgave. Nou, en dat is de studie die we gedaan hebben vanuit het programma Water in de Circulaire Economie, vanuit de drinkwaterbedrijven in samenwerking met STOA, is een eerste aanzet gemaakt richting watersysteemdenken om inzicht te verschaffen in de doorwerking, de kansen en de knelpunten van als we water vanuit de waterfabriek gaan inzetten, bijvoorbeeld voor watergebruik voor de industrie, voor grondwateraanvulling of voor de landbouw, om daar de effecten van in beeld te brengen. Nou, we focussen vandaag in deze presentatie op aspecten voor waterkwantiteit, want we gaan ervan uit dat die waterfabriek een waterkwaliteit levert die voor waterkwaliteit uiteindelijk geen problemen oplevert. Maar uiteindelijk is dat natuurlijk wel een onderwerp wat je ook mee moet pakken. En ook de betrokkenen, de governance, beleid, alles moet je daarin samen nemen. En wat ik wil laten zien is dat het watersysteemdenken een bijdrage kan leveren om al die verschillende actoren die betrokken zijn bij dit thema op een gelijke kennisbasis te brengen. Waar hebben we het nou over? Als iemand vanuit het watersysteem denkt, wat betekent dat? Hoe nemen we iemand die vanuit de waterzuivering daarmee bezig is op een gezelfde kennisbasis, zodat je uiteindelijk tot goede oplossingen kunt komen? En dat we uiteindelijk geen maatregelen gaan nemen waar we uiteindelijk spijt van krijgen. Dus je wil aan de voorkant goed al die verschillende aspecten samenbrengen. Nou, we hebben dat in de studie hebben we daar verschillende proefgebieden hebben de methode voor uitgewerkt. En vandaag pik ik er eentje uit. Dat is een voorbeeld voor waterhergebruik, toegespitst op een droge zandgrond in Brabant, omgeving het waterschap van A. Maas, omgeving Veghel. Nou, het is een vrij afwaterend oppervlaktewater, er zitten natuurgebieden, beekdalen. Het is een droogtegevoelig gebied, een groot landbouwareaal met een grote grondwatervraag, ook voor verstedelijking en industrie. En in het gebied zitten drie rioolwaterzuiveringsinstallaties en één industriële afvalwaterzuiveringsinstallatie. En wat we als eerste stap hebben gedaan is om die stroomdiagrammen die ik al eerder liet zien voor heel Nederland in een ruimtelijk beeld geplaatst. En de waterstromen in dit gebied weergegeven. Nou, zo zie je dat daar drinkwater geproduceerd wordt door Brabant Water. Er is bebouwd gebied waar de mensen water gebruiken natuurlijk, waar ook riolering is, waar neerslag dan ook weer bij komt. Drie verschillende rioolwaterzuiveringen voeren hun afvalwater af via het oppervlaktewater. De landbouw beregent uit grondwater. Industrie maakt gebruik van drinkwater en van grondwater. Zuivert ook weer deels haar eigen water en voert dat ook weer af op het oppervlaktewater. Nou, gezamenlijk voeren al deze activiteiten, menselijke activiteiten, voeren een druk uit in een droog jaar op het grondwater van 53 miljoen kuub grondwater per jaar. Nou, de eerste stap die ik je mee wil nemen is, wat gebeurt er nu als we, en dat is een van de oplossingsrichtingen die we hier hebben uitgewerkt, als we een deel van het effluent, in het geval van de waterfabriek, mooi gezuiverd water, gaan we gebruiken voor de irrigatie in de landbouw, waarbij we rekening houden met een transportmogelijkheid van 10 kilometer rondom die RWZI. En wat betekent dit dan voor het watersysteem? Nou, dus we gaan irrigatie deels vanuit effluent doen. Daardoor is er minder grondwater nodig voor beregening. En heel kort gezegd, dit kan een reductie opleveren van de druk op het grondwater van 20%. Dus als we het hebben over nou, wat voor bijdrage kan dat effluent leveren aan je watersysteem, dan kan dat significante besparingen opleveren. Consequentie is wel dat er door zo'n maatregel dus minder effluent naar het oppervlaktewater gaat. En nou, de plaatjes heb ik er hier nu allemaal niet in zitten. We weten dat, zeker op die zandgronden, het watersysteem en de beken al grotendeels afhankelijk kunnen zijn van effluent voor een watervoerendheid in de zomerperiode. Nou, dan zijn we wat verder in gegaan. De plaatjes tot nu toe waren dan wat ruimtelijke plaatjes. Je kunt ook met de methode ingaan op variatie in de tijd. En wat deze figuur laat zien is op de horizontale as zie je de maanden, de verticale as zie je een volumestroom. En eigenlijk wat heel kort gezegd, het verschil tussen de blauwe of tussen de zwarte puntjes en de groene balkjes is de verminderde hoeveelheid grondwater die onttrokken hoeft te worden om de sectoren van voldoende water te voorzien. En geeft dus eigenlijk de waterbesparing weer door effluent in te zetten als alternatieve bron.
Tweede aspect is, ja, wat doet dat nou met die beken door dat water niet meer te lozen op dat oppervlaktewater? Wat betekent dat nu? En we hebben dat voor twee locaties inzichtelijk gemaakt. Twee rioolwaterzuiveringsinstallaties. Nou, je ziet hier weer de tijd en de afvoer van de waterloop. Waarbij onderscheid is naar een basisafvoer en de voeding met effluent op die waterloop. En even heel kort ook weer gezegd, het gele vlak geeft eigenlijk de verminderde afvoer van dat oppervlaktewater als gevolg van verminderde lozing van effluent daarop. Nou, dan kun je zien in de linker situatie is er nog steeds ruim voldoende water om die waterloop van voldoende water te voorzien. Maar in de rechter situatie, doordat je minder effluent loost op dat oppervlaktewater, blijft er eigenlijk nauwelijks water over. Dus dit laat ook zien van waar maak je nou de afweging, op welke locatie kun je dat effluent nu wel op een goede manier hergebruiken zonder negatieve consequenties voor anderen. En waar kan het wel? Dus continu die doorwerking door dat systeem inzichtelijk maken. Dan kom ik richting het einde van deze presentatie. En ik zag deze figuur net ook al voorbij komen. Uiteindelijk, als we waterhergebruik vorm willen geven, vereist dat altijd een multidisciplinaire aanpak. Het gaat niet alleen om het gebruik van de ondergrond bijvoorbeeld, of om toepassing van hergebruik. Dit gaat ook over waterkwaliteit en gezondheid. Welke zuiveringstechnologie heb je nodig? Welke restproducten komen daarbij? En ook die governance. Waterhergebruik is echt een multidisciplinair vraagstuk. En eigenlijk alleen als je dat integraal beschouwt, kun je waterhergebruik op een verantwoorde manier vormgeven. Nou, we hebben daar een goede aanzet in gemaakt in de studie die ik net heb gepresenteerd. We gaan daar nog mee verder, want er zijn nog heel veel vragen. Ook om waterkwaliteitsaspecten bijvoorbeeld verder weer te geven. Ook om de waterkwantiteit nog verder te verbinden met wat betekent dat nou voor grondwaterstanden. Maar ook regelgeving en beleid. Nou. Uiteindelijk gaat het er ook om dat we de dialoog blijven voeren. En dat watersysteem denken en modelleren, daar kun je alles mooi mee op een rij zetten. En een van de belangrijkste dingen is om met elkaar die dialoog te voeren en zo verder te komen. Daar ben ik mee aan het mijn laatste sluitende slide. Maar toch wil ik je vast wijzen op wat verschillende literatuur die straks ook op de website komt te staan, waaronder dit rapport. Want er gebeurt gelukkig al een hele hoop op dit thema. En het zou toch fantastisch zijn als dit ook weer een mooie start is om alle kennis die op alle plekken verzameld wordt bij elkaar te brengen. Dankjewel. Dankjewel Ruud. En voordat je aan tafel komt zitten, ik zag al een aantal mensen hier meeschrijven met de literatuur. Het komt allemaal, wordt allemaal gedeeld. Cor, misschien even meteen naar jou. Ik zag dat je misschien al een vraag had voor Ruud. Ja, de Q&A gaat goed los. Dus ik denk niet dat we in staat zijn om alle vragen hier voorbij te laten komen. Dus ik denk dat we de reacties ook bijvoorbeeld naar aanleiding van het religieuze aspect ook meegeven aan Jelle. En ook allerlei andere reacties. Maar misschien is het ook een vraag voor meerdere sprekers. Zullen we die anders dadelijk in de discussie pakken? Is dat goed? Of wil je die nu al stellen? Ja, maar het was ook wel naar aanleiding van wat Thomas zei. Ja. We nemen zo vanzelfsprekend aan dat er meer vraag is naar water, drinkwater. Hè. Moeten we niet met z'n allen veel meer inzetten op beperken van watergebruik? Of kijken van waar je echt die drinkwaterkwaliteit voor nodig hebt? En waar je ook misschien toe kan met andere waterkwaliteit? Ja, het korte antwoord, het is niet of, maar het is en. Het is, ja, natuurlijk moeten we ons afvragen of wij met het mooie grondwater wat we gebruiken het toilet willen doorspoelen. En er zijn ook goede voorbeelden waarin dat al gebeurt. Maar wel een beetje waar we in komen is dat er veel gewezen wordt van ja, maar dat moet je niet doen, we moeten dat doen. Nee, we moeten water vasthouden, we moeten niet en het onttrekken, dan kunnen we wel onttrekken. Nee, het is echt en. Dus we kunnen niet kiezen van, we kunnen niet cherrypicken wat we even willen doen. Het is echt een combinatie van maatregelen. Dus allemaal hartstikke hard nodig om uiteindelijk gesteld te staan voor de toekomst. Jazeker, ja. Oké. Nog anderen die hier ook wat aan toe zouden willen voegen? Dan pakken we hem zo op. Nee, zeker, ja. Ja, pakken we hem zo verder op bij de discussie. Dankjewel Ruud voor je bijdrage en dadelijk in de discussie zien we elkaar weer verder. We gaan door naar de laatste spreker, Imke Leenen. Imke is bioprocestechnoloog en is na haar promotie bij de WUR werkzaam geweest bij het RIVM als teamleider op het gebied van water- en infectieziekten, waarna zij enkele jaren gewerkt heeft bij de Grondmei. Sinds 2014 is Imke werkzaam bij haar eigen adviesbureau, H2OK,
Hele mooie naam overigens. En probeert de wetenschap en de praktijk op het gebied van water- en infectieziekten bij elkaar te brengen. Momenteel coördineert ze namens alle 21 waterschappen de COVID-bemonstering op de RWZI's in samenwerking met het RIVM en de VWS. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor iedereen. Vandaag vertelt ze over het pas opgestarte project dat gaat over risicobeheersing van hergebruik van RWZI-effluent voor het gebruik in de landbouw. Imke? Ja, dankjewel voor de mooie introductie, André. En dankjewel voor STOA dat we hier vandaag hier mag zijn. En iets mag zeggen inderdaad over het project wat net opgestart is. Risicobeoordeling voor de inzet van effluent in de landbouw. We kijken specifiek vandaag even naar de landbouw. Alle andere praatjes hiervoor gaat over de transitie naar de waterfabriek. Dit gaat meer van als je eenmaal water effluent gaat gebruiken, wat zijn dan de risico's? En we hebben net ook al gehoord van we vinden het vies soms. Kan het wel? Ook wat Jelle zegt, hè, kunnen we het wel drinken? Is het wel drinkbaar? Kunnen we het ook inzetten voor de landbouw, is een vraag. De aanleiding voor dit onderzoek is eigenlijk de verordening die Ferdinand vanmorgen al heeft genoemd. Dat de EU heeft gezegd van we kunnen graag RWZI-effluent gaan gebruiken voor de landbouw. Het direct gebruik. Want nu gebruiken we het natuurlijk al voor de landbouw. Want we gebruiken heel vaak al rivierwater of slootwater in de landbouw. En daar hebben we ook al eisen voor. En deze verordening zegt iets meer van het geeft eigenlijk een eerste aanzet om de einde afvalstatus, wat Ferdinand toen straks zei, om dat te veranderen. Waarom is deze verordening? Het doel van deze verordening is echt het bevorderen van hergebruik van water waar het passend en doeltreffend is en kostenefficiënt is. Dus ik zie deze verordening echt als een eerste stap om die transitie te maken. Het is ook een manier om een soort faciliterend kader te creëren tussen alle lidstaten, maar ook tussen alle gebruikers in de landbouw. Deze verordening is een minimumverordening. Het geeft wat minimum eisen aan het hergebruik voor de landbouw. Er zijn wat eisen in voor pathogenen, althans indicatoren voor pathogenen. En vooral voor welke gewassen je welke minimumvereisen hebt. Dus je kunt je voorstellen dat we versproeiing hebben, een aantal minimumnormen voor een aantal voor andere gebruik voor diervoeding zijn andere normen voor. Dat staat er al in. Wat er ook in staat, dat is de verordening ook vraagt op een risicobeheerplan. En ik heb één ding verregeld. Het is ook bedoeld om alle nationale plannen en verordeningen en normering voor pathogenen een beetje gelijk te stellen. Zodat we allemaal in Europa hetzelfde doen. Nou, dat risicobeheersplan, wat is dat dan? Hoe moet je dat dan doen? Ja, dat is nog wel een lastige, vond ik. Want in de verordening staat er wel iets over. Het staat in van, je moet een risico's op proactieve wijze identificeren en beheren. Voor specifieke toepassingen. En de belangrijkste elementen van risicobeheer. En daarbij moet je kijken naar aanvullende waterkwaliteitseisen. Dus naast de normen die er al zijn. Voor milieu, mens en dier. Dat is nogal wat. Dus er zijn nogal veel risico's. En als je er even over nadenkt. Dan ga je denken, wat is dat dan risico? Want als je naar al die verschillende domeinen net kijkt. Waar ik net over had. Mens, dier, misschien wel planten en anderen. Die kijken allemaal anders naar risico. Wat is dan een risico? En dat is denk ik ook het begin waar we nu mee bezig zijn om voor onszelf duidelijk te krijgen, wat is nou een risico? Is een risico, zoals bijvoorbeeld de eerste definitie is, een technische definitie voor een ecologisch risico? Dan kijk je naar, wat is het risico op je ecologie? Of moeten we kijken naar de tweede definitie van een risico, wat een deel van de wetenschappers zeggen en ook deel van de samenleving gezegd, dat het veel meer is een situatie, gebeurtenis of activiteit die kan leiden tot nadelige gevolgen. Dus waar gaat het over? Of de laatste die een beetje afgeleid is van het tweede, het gevaar, maar contact, maar de ernst. Dat is het risico waar het over gaat. En waarom zeg ik dat nu? Omdat al die verschillende domeinen die net gezegd werden, die kijken allemaal anders naar risico. Dus als we al die verschillende risico's willen gaan beoordelen, dan moeten we eerst heel goed weten over welk risico praten we nu eigenlijk. En dat is denk ik wel een belangrijke stap. En naast dat, welke risico's praten we dan eigenlijk over? Zitten daar nog veel meer dingen onder? En dit is één voorbeeld wat onder zit. Je kunt langdurig, regelmatige blootstelling krijgen. Dan heb je een ander soort risico's. Dan heb je risico op een lange termijn. Of praten we over de incidentele risico's die acuut zijn. En dat zijn natuurlijk hele verschillende dingen. Vaak blijkt dat de bovenste, dus een chronische blootstelling te maken heeft met chemische stoffen. Dus dat zal vaak in de bodem bijvoorbeeld spelen. Maar dat kan ook in gewassen spelen. De incidentele blootstelling is vaker iets wat microbiologisch is bijvoorbeeld. Maar
al deze verschillende type risico's, die moeten we allemaal gaan vangen in die risicobeoordeling. En hoe weet je die dan? En waar kijken we dan naar? Dat is denk ik best een interessante opgave om met elkaar over te praten. En alle andere sprekers hiervoor hebben al gezegd, we hebben het heel veel mensen betrokken. Dat geldt ook voor deze. Dus we moeten met al deze mensen samen eerst heel goed maken waar gaat het over en welke risico's doen we dat nu. Nou, het project is net gestart en we zijn echt begonnen met de definitiefase. En dit is ook wat ik hier nu zeg. Dus wat is nou onze basisdefinitie van een risico? En wat is een risicobeoordeling? En daarnaast eigenlijk ook, hoe ga je hem dan beheersen? Dat is dan de volgende. Dus hoe weet je die? Nou, er is al heel veel gedaan. Er zijn heel veel inventaren, heel veel wetgeving. Er is heel veel literatuur. En hier aan tafel en ook in de hele wereld zijn verschillende kennisdragers. Die moeten we eerst goed gaan bestuderen en bekijken. Ik heb net al gezegd, we hebben een aantal domeinen die van belang zijn. Milieu, dat is water, is het bodem, is het ook lucht? Daar moeten we afspraken over maken. Waar kijken we naar als we naar landbouw kijken? Mens, dan kijken we naar de gezondheid van de mens. Is dat van de arbo, dus de mensen die werken met het gewas? Gaat het over verder dat het gewas iets overbrengt? Dus dan gaat het over voedsel. En hetzelfde geldt voor dieren. Gaat het alleen over de diervoedselproducten? Zijn er andere risico's waar je gaat? En misschien ook wel de plantrisico's, de ecologische risico's, al deze risico's zouden een plek kunnen hebben in deze risicobeoordeling. En zijn deze dan allemaal even belangrijk? Nou, de discussie zijn we nu aan het voeren. Ik probeer van al deze domeinen met experts te praten en te voelen waar hun risicoperceptie ligt en wat dan belangrijk is. En dan moeten we daarna met z'n allen duidelijk krijgen waar het dan over gaat. Natuurlijk doen we het niet alleen. We hebben net ook al gehoord dat er zijn heel veel landen die al van alles doen. We gaan natuurlijk ook kijken hoe andere landen dit doen. En ook de EU staat niet stil. Er is een guidance document nu hoe je zo'n risicobeoordeling moet gaan opzetten. En die gaat heel erg uit van de wetenschappelijke beoordeling. Je doet een risico, je kijkt naar de gevaren, je kijkt naar de blootstelling en dan heb je je risico. Maar hoe je ze dan schaalt en welke je belangrijk vindt en welke je niet belangrijk vindt en hoe je ze dan doet, dat is echt nog wel een belangrijk punt waar we over moeten nadenken. Maar ook, wie zijn nou de gebruikers? Dus je hebt de aanvragers, de beoordelers, dus de wetgevers, dus de boeren, de tuinders. Kunnen die dit gebruiken? Want in deze verordening staat dat zij in principe verantwoordelijk zijn voor het uitvoeren van deze verordening. Dus zij moeten ook misschien wel gaan monitoren. Dus je moet ook kijken wat we gaan, als we die risicobeoordelingen maken, kunnen ze daar wat mee? Dus vooral die gebruikers is denk ik een belangrijke groep die we hier nodig hebben. Dus we zijn nu vooral bezig met die eerste fase. Nou, toch een beetje doorkijken geven naar de volgende fase. Nou, dan gaan we, als we gekozen hebben hoe het risico is, dan kunnen we natuurlijk heel mooi af gaan pellen wat al die verschillende dingen zijn. Dus wat zijn de gevaren? Hoeveel blootstellingen heb je? Welke risico's betekent dat? En hoe zou je ze moeten beheersen? Dan komt ook de vraag, moet PFAS wel of niet meegenomen worden? Of zware metalen? Of welke pathogenen moeten we over hebben? Die discussie parkeren we nu eerst, omdat we eerst willen nadenken over een gezamenlijke definitie. En dan pas kunnen we ook gezamenlijk al die andere stappen gaan invullen. Heel belangrijk denk ik ook dat we een gebruikersgroep willen instellen. We hebben al een aantal mensen die zich aangemeld hebben. Maar ik wil vandaag ook eigenlijk wel een oproep doen. Ben je een gebruiker die straks deze richtlijn zal gaan gebruiken, dus een risicobeoordeling wil doen, mail mij. Mijn mail komt straks op het laatste. Dus ik heb graag mensen in de gebruikersgroep. En die gebruikersgroep gaan we vooral gebruiken van, nou, hoe gebruik je nou dat plan? En kun je daar wat mee? Hè? Wat heb je daarvoor nodig? Wat zijn de verwachtingen? Als je dan je risico's beheren, kun je dat dan zelf doen? Wie zijn daar verantwoordelijk voor? Dus dat we echt een klankbord hebben van gebruikers. Nou, een van de andere dingen die natuurlijk ook daarbij is, een stappenplan om te komen tot een beoordeling en dan testen. En hopelijk hebben we dan eind van het jaar, begin volgend jaar, een conceptplan klaar. Dat is vrij ambitieus, dat weet ik ook. Daarom dat we ook echt die eerste fase wat zwaar aanzetten. Dat we hopen dat we in ieder geval dan alle neuzen gelijk krijgen. Nou, kijk, ik heb zelfs tijd over, zie ik. Vandaag hebben we deze praatplaat gezien. Je ziet dat het cirkeltje is eigenlijk het gedeelte waar ik vandaag over praat. Ik heb niet gepraat over het risico voor als je het gebruikt vanuit het water, oppervlaktewater. Er zitten natuurlijk ook risico's aan. Daar zijn al beoordelingssystemen voor. Die gaan we natuurlijk ook gebruiken voor dit systeem. Nou, daarmee wil ik jullie allemaal bedanken voor de aandacht.
En is het woord weer aan jou, André? Ja, dankjewel, Imke. Kom erbij zitten. Michelle heeft even plaatsgemaakt. Maar Michelle en Corrie, jullie doen gewoon mee met de discussie, neem ik aan. Ga zitten. Dankjewel voor je toelichting over de risico's. Je hamert daar ook heel erg op terecht. Hoe zie je jouw verhaal in relatie tot wat deze vorige sprekers allemaal gezegd hebben? Ik denk dat het een aanvulling is. Wat ik al zei, die verordening geeft heel duidelijk aan, er zijn kansen en grijp ze ook aan. En ik denk dat die beoordeling nodig is om ook te laten zien dat je niet bang hoeft te zijn om het te gebruiken. Dus daarom zit ik ook zo te hameren op die risico's, hoe we dat moeten doen. Dus volgens mij is het een aanvulling. Dit kan een manier zijn, een hulp zijn om de rest voor elkaar te krijgen. Ja. Ja. Dus nu praat ik over landbouw, maar dat geldt ook eigenlijk voor alle toepassingen. Daar zou je dezelfde soorten concepten, stappenplannen voor moeten doen. Oké, okay, dus dat is ook eigenlijk een oproep aan de STOA voor het... Nou, ook aan de EU, denk ik. Ja. Ja. Ik kijk even naar Cora. Zijn er nog vragen binnengekomen specifiek over risico's? Nou, niet zozeer voor Imke, maar er is wel eerder een vraag gesteld, ook naar aanleiding van de presentatie van Jelle, als het gaat om de waterkwaliteit. Van zijn we in staat om altijd 24/7 de juiste kwaliteitseisen te garanderen? Ja. Dat is ook een vorm van risico. Ja, dat is ook een goede vraag. En ik denk, de key antwoord hierop is de juiste kwaliteit hebben. Dat hangt heel erg van je toepassing af. En ik denk dat we heel veel technisch kunnen. Dat hebben jullie allemaal denk ik ook al gezegd vandaag. Hè. We kunnen eigenlijk alles wel. Dus ja, ik denk dat we daartoe in staat zijn. De vraag is, willen we dat? En tegen welke kosten? Ja. Dankjewel. Misschien is het goed om even door te schakelen naar de ronde tafel, het rondetafelgesprek. Daarvoor zijn ook twee polvragen bedacht. Die kunnen we denk ik nu als eerste wel even stellen. En dan kunnen we daarop als ronde tafel wel even op reageren. De eerste polvraag is, welk aspect rondom hergebruik van effluent vindt u het belangrijkste? Ik wil niet te veel roepen, maar in elk geval, het is niet voor niks dat we nu een drinkwatersector hebben die behoorlijk stuurt op kwaliteit en de afvalwatersector die er ook belangrijk in is. Dus en de volgende vraag die zal zijn is, wat heb je vandaag gemist? Maar de eerste polvraag die richt zich op, welk aspect rondom hergebruik van effluent vindt u het belangrijkste? Het zal even duren, denk ik, voordat we de vragen, voordat we de antwoorden terugkrijgen. Maar... Jelle, mag ik jou vragen wat jouw aspect daar op dat vlak is? Nou, ik denk dat net Imke in het verhaal over irrigatie, bijvoorbeeld effluent gebruiken voor irrigatie, is één belangrijk aspect, is natuurlijk risico. Ja. Het risicoaspect, je wil natuurlijk een risico niet vergroten. Je wil dat doen met een minimaal risico. Dat moet je echt zien te beheersen. Ik denk dat dat heel belangrijk is. En als je dat kan laten zien, dan volgen daaruit vanzelf misschien ook een aantal andere aspecten. We noemden net bijvoorbeeld, het kwam voorbij in de vraag van hoe zit het met acceptatie. Ja, dan ben ik, daar ben ik ook erg benieuwd naar. En denk ook, hoe kunnen we nou afbellen? Waar zit acceptatie in? Dat heeft ongetwijfeld ook te maken met loop je een risico of niet. Ja. En dat moeten we dus met elkaar gaan uitzoeken. Ja. Dat is echt de stap die we moeten zetten. Ja. Ruud? Ja, er zit ook wel een bewustzijn achter. Hè? Want indirect gebruiken we eigenlijk al decennia het restwater. En ook in de landbouw, hè, want de waterlopen die zijn van effluent worden ze grotendeels gevoed. Ja, vaak, hè. En daar onttrekken we uit. Maar dan is het oppervlaktewater, heeft juridisch gewoon een andere status. En het zit ook anders in ons hoofd. In de duinen infiltreren we ook oppervlaktewater, wat natuurlijk door effluent beïnvloed is. De bodempassage, ook wat in Vlaanderen gebeurt. Het zit zo ook veel in perceptie. Hè. Wat is het nou? Drink ik? Welk type water gebruik ik nou? Ja. En het bewustzijn daarvan, ik denk ook dat we daarmee bezig zijn om meer bewustzijn te creëren. En dan krijg je ook allerlei aanvullende vragen. Ja. Dus uiteindelijk wil je dat je gewoon een waterkwaliteit hebt die vanuit die zuivering komt, die je eigenlijk voor elke toepassing op een gegeven moment kunt gebruiken. Voordat ik bij de zuivering kom, Thomas, hoe wordt er in jullie project naar gekeken? Ja, we zien ook bij alle eindgebruikers binnen Aqua Connect dat vooral die vragen op sociaal-juridisch gebied liggen. Sommige eindgebruikers hebben wat meer vragen over het technologische aspect, sommige over het systeem, maar altijd het sociale aspect komt terug. Ja. En is belangrijk. Ja. Veel technologie hebben we inderdaad al, kunnen we al inzetten. En dan is de vraag van, kunnen we dat tegen een kostprijs die niet te hoog is? Ja. En als je dat sociale aspect iets verder uitdiept, wat bedoel je daarmee? Ja, wat zijn de juridische kaders voor waterhergebruik? We hebben het even gehad over, is waterhergebruik haram? Kan dit?
Ik heb al gewerkt aan een project ook in het Midden-Oosten. Daar is het niet alleen zo dat je geen drinkwater mag produceren vanuit afvalwater, maar je mag bijvoorbeeld ook je eetbare gewassen niet irrigeren met afvalwater. Dus dat gaat zelfs nog een stukje verder. Dat is dat in Nederland nu natuurlijk niet het geval. Maar er zijn wel juridische kaders rondom waterhergebruik die wellicht aangepast moeten worden om dit mogelijk te kunnen maken. En als je hem nog verder verbreedt, sociaal zie je dat ook in de relatie tot de leefbaarheid. De koppeling met parken, met groen, waar mensen kunnen leven. Ja, dus leefbaarheid. We hebben het in Aqua Connect over de hele regio. Dus waar slaan we water op? Waar kunnen we dat nuttig hergebruiken? Ook voor dit soort aspecten. Ja. Voor de leefbaarheid en de leefomgeving. Ja. Ferdinand, hoe zie jij... Het belangrijkste aspect, misschien heb ik een te groot vertrouwen in de aspecten die ik net hoorde, hoor. Want volgens mij technisch en die risico's, ik denk dat we die gewoon gaan tackelen. En wat ik dan zie nu in de projecten die we doen, ook bij AMA, is toch dat governance verhaal, hè, hoe we het dan ook maar noemen, hoe we die ketens uiteindelijk met elkaar gaan organiseren. Dat vind ik een heel boeiend aspect en de rollen die we pakken. En dat het soms bijt in bestaande business cases ook, hè, dat een drinkwaterbedrijf, vorige week hadden we nog een bijeenkomst met een aantal drinkwaterbedrijven bij elkaar. Die zeggen, ja, meer water afzetten is toch ook voor ons gewoon een businessmodel. We weten ook nog steeds dat naarmate je meer water gaat gebruiken, dat je het ook goedkoper kan krijgen. Dus daar zit nog weer een staffel in. Dus het hele systeem wat we met elkaar gecreëerd hebben, is erop geënt om ook zoveel mogelijk te gebruiken. En hergebruik bijt ook simpelweg in bestaande businessmodellen. Dus... ik vind dat een heel boeiend aspect. Als we echt van de wal willen, dan zullen we ook dit soort vragen met elkaar moeten beantwoorden. Ja. En dat gaat ook een paar keer pijn doen, denk ik. Ja, dat is dus anders denken. Niet in hokjes denken, maar juist samen verbinden met elkaar. Ook dat... ja, en dan begint pas echt de realisatie in dat hele systeem. Maar ik heb die rol te spelen. En die schuurt met hoe ik er vroeger over dacht. Ja. Ja. Maar misschien aanvullend daarop, op dat aspect. Ik vind het juist heel boeiend in deze tijd. We komen er dus achter dat we elkaar als verschillende sectoren hebben lange tijd echt toch wel behoorlijk langs elkaar ons werk kunnen doen. En we zien nu dat je daar integraal naar moet kijken. En ik zie dan ook zelf governance niet als een probleem. Nee, daar kom je volgens mij altijd wel uit. Nu we zien dat die belangen echt dicht bij elkaar zitten. Maar dat moet wel ook tussen de oren komen. Zowel bij overheden, waterschappen, provincies, als bij drinkwaterbedrijven, als bij eindgebruikers. Dat is een opgave waar we samen voor staan. Ja, ik wil er wel eens aan toevoegen, want dezelfde taalgebruik, wat jij heel mooi zei in jouw verhaal ook, dat helpt daarbij. Hè? Dat is net eigenlijk wat ik net bij dat risicoproject ook zeg. We moeten eerst dezelfde taal spreken en dan kunnen we met elkaar door. En dat zingt, misschien is dat ook wel de boodschap ook een beetje van vandaag. Laten we vooral elkaar vinden en de juiste dingen zeggen tegen elkaar. En de juiste dingen, eigenlijk vaak zijn we het wel met elkaar eens, alleen zeggen we het net anders. En dat is denk ik ook een beetje zoeken nog. Ja, maar zit dan tussen sectoren, hè? Ja. Daar hebben we het over. Maar het zit ook binnen een sector. Zit ook binnen een sector. Want als je ziet hoe waterketen en watersysteem een eigen spoor hebben gegaan. En hoe je daar elkaar leert te begrijpen. Daar is echt nog, ook binnen de sector, binnen een sector is daar nog een hoop te winnen. En dat is duidelijk in gang gezet. Want anders zaten we hier niet. Je bedoelt afvalwater en watersysteem aan de ene kant, maar ook al zelfs en dan met drinkwater en dan nog. Nou ja, niet alleen drinkwater, maar ook het watersysteem, het grondwaterbeheer. We brengen water uit een traag systeem, gebruiken we het. We drinken het, we zuiveren het en we brengen het via een snel systeem brengen we het naar zee, hè? Heel plat gezegd. Nou, je ziet dat daar veel meer besef komt van hoe dat ook weer terug kan om waterketen en systeem echt aan elkaar te verbinden. Ja. En dan hebben we het nog niet eens over de andere aspecten die er straks ook bij komen als biodiversiteit, noem ze maar op. Maar ik zit even te kijken naar de polvraag. De eerste polvraag die is nu gesteld, denk ik, Cora. Ja, er komen verschillende antwoorden op binnen. Gaat heel veel over kwaliteit, dat heel, heel belangrijk is. En hygiëne en de microverontreinigingen. Hij scrolt volgens mij kunnen mensen thuis dat ook zien. Hè? Dus er zijn heel veel kwaliteitsaspecten die hier belangrijk worden gevonden. En misschien in het verlengde daarvan een vraag ook van Thomas. Jij gaf ook aan dat in een van de regio's in Noord-Holland dat daar ook gekeken werd naar waterhergebruik en ook toepassing misschien ook van membranen. En Ferdinand die gaf dat ook al aan van de breinbehandeling is belangrijk. Hè, van hebben we daar wel voldoende oog voor?
Komen dat soort technologische oplossingen of andere oplossingen, worden die ook meegenomen binnen het Aqua Connect project? Ja, brein is één belangrijk onderwerp binnen Aqua Connect. Vanuit die verschillende wetenschappelijke disciplines. Wat doen we met de brein? Hè? Kunnen we dat ondergronds weer lozen en kunnen we dat op een kwaliteit brengen dat dat ook mogelijk is? Maar de vraag is ook, is dat juridisch toegestaan om dit te lozen? Sommige plaatsen is dat niet toegestaan, sommige plekken wel. En dan willen we ook die technologie ontwikkelen van, kunnen we nou dan die brein compatibel maken met de kwaliteit van het grondwater, diep in de grond, om dit eventueel te kunnen mogen in de toekomst? En wat zijn dan de risico's daarvan als we dit doen? Oké, dat doen jullie binnen dit project dan? Binnen Aqua Connect is brein een belangrijk onderwerp, ja. Ja. Volgens mij zijn er ook andere onderzoeken die ook op dit vlak plaatsvinden, dacht ik. Hè? Ja. Daar wordt ook die verbinding mee gezocht, denk ik, Tom. Ja, dus onder andere die verbinding met de pilot uit CoStar, met Dunea, waar brakwater wordt gewonnen en zoet drinkwater uit wordt geproduceerd. Ja. Dus een van de vragen is van wat doen we hier met de brein en wat kunnen we hier? Ja, ik zie Ferdinand Daruto knikken. Ja, maar dat is ook juist het mooie van zo'n academisch programma als Aqua Connect. Samen met toegepaste programma's, onder andere in samenwerking met STOA en die pilots die gedaan worden. Als je dat gezamenlijk weet neer te zetten, dan bouw je dus ook langjarig aan robuuste oplossingen. Ja. Vanuit de wetenschappelijke basis. Maar die wetenschap die wordt ook gevoed vanuit die praktijktoepassingen. Ja. En zo prikkel je elkaar. En dan ben je volgens mij bezig om gezamenlijk wat op te zetten. Klinkt als muziek in de oren. Ferdinand? Eens. Hè? Dus, en de Holy Grail is nog niet gevonden volgens mij. Hoe we daarmee om moeten gaan. We zouden ook daar weer, denk ik, uiteindelijk naar circulaire oplossingen moeten. Hè? Dus al die ingrediënten die daar nog weer in zitten. Het moet niet zo zijn dat we uiteindelijk toch weer een prutje overhouden waar we dan alsnog weer niks mee kunnen. Kunnen we niet nog die stoffen weer tot waarde brengen, denk ik dan maar. En zie je dat daar al onderzoeken op plaatsvinden op dat punt? Nou, die zijn er wel, volgens mij. Ook voor zoutresten en zo, die ga je uiteindelijk overhouden. Maar de oplossingen zijn er nog niet, volgens mij. Nee. Daar is nog veel in te leren. Michelle, ik zie jou knikken. Jij wilt nog... Nou, ik zag nog wel een nieuwe vraag, volgens mij. En dat was over de keuzevrijheid van de consument en de afnemer. Hè. Van zeg je op een gegeven moment van geen zult en moet aan het effluent? Of hou je nog de vraag van oké, je mag ook het grondwater gebruiken? Dus dat was toch wel even, volgens mij, een vraag die nog niet ter tafel had gelegen. Nou, daar wil ik wel even op reageren. Heel even vast, Jelle. Ik zit ook even te kijken. Dit is nog steeds onze eerste polvraag. Hè, ja, het is nog steeds de eerste polvraag. En dan gaan we dadelijk de tweede. Oké, ja. Kijk, ik hou al niet van het frame dat je zegt, gij zult effluent gaan drinken. Ik heb net het plaatje laten zien. Dat is juist een totale verkeerde framing. Als ik aan jou vraag, zou jij pis drinken of zou je afvalwater drinken, dan zeg je geen ja. Dan zeg je natuurlijk nee. We gaan geen effluent leveren. Nee, we leveren water. Stel dat we dat gaan doen, stel dat het mogelijk is, dan ga je natuurlijk water leveren als je daar gezuiverd rioolwater uiteindelijk als bron voor zou gebruiken. Wat natuurlijk gewoon drinkwater is. Heb je al de bestaande normen voor. En natuurlijk. Het onberispelijke water wat we natuurlijk, vanuit Nederland... Natuurlijk. Ja. Maar er is misschien nog één ander aspect waar ik het ook nog graag wel even over wil hebben. Wat ik fantastisch vind nu in deze tijd, is we hebben jarenlang, er kwam nu ook weer het bericht, de kaderrichtlijn water. We halen maar 1% van de waterkwaliteitsnormen. Wat ik nu eigenlijk, toevallig is het een hele mooie bijkomstigheid, nu zoet water schaars begint te worden, dat eindelijk waterkwaliteit weer de aandacht krijgt die het nodig heeft. Want wat heb je aan water? Ja. Ook het water wat we al tientallen jaren lozen, waarvan de kwaliteit eigenlijk onvoldoende is. Waarmee we dat milieu alleen aan het opladen zijn met stoffen die we daar niet in willen hebben. En dat vind ik ook wel een heel mooi aspect. Ja. Waarvan ik ook denk, hier in tafel in alle voorbeelden die voorbij zijn gekomen, is dat gewoon heel erg belangrijk. Dat is echt wel winst. Ja. Misschien nog wel een leuke anekdote. Wij hebben binnen AMA zijn we ook op zoek naar hergebruiksprojecten. Daar hebben we ook gesprekken gehad nu met een aantal industrieën. En daar zat ook een voedingsmiddelenbedrijf bij. En daar hebben we ook het gesprek gehad. Want wij kijken daar naar hergebruik van effluent vanaf een zuivering. Is dat nou een spannend onderwerp voor jullie? Hè, met voeding en hergebruik van water uit de rioolwaterzuivering. En toen was eigenlijk het antwoord, nee, want Brabant Water gaat dat dan toch leveren aan ons. Hè? Want die zaten daar ook bij aan tafel, dat doen we samen. Er is ook wel een vertrouwen, dus bleek, want ik vond dat een verrassende opmerking. Ja.
Dat we dat gewoon goed organiseren met elkaar. Ja. En dat als dat van een drinkwaterbedrijf komt, dat je gewoon blind daar vertrouwen in kunt hebben en dat je dat kunt gebruiken. Ja. Dus dat is ook de waarde, denk ik, van hoe het watersysteem in Nederland ingericht is. Of eigenlijk de hele watersector. En dat daar het vertrouwen heel hoog is. Ja, hebben we supergoed georganiseerd. Ja. Ja. En dat vertrouwen is er ook, blijkt. Ja. En Ruud, ik begreep dat er ook veel meer ook naar andere sectoren gekeken wordt. Ik dacht dat er ook met de zuivelindustrie gekeken wordt. Of daar ook mogelijkheden zijn om daar ook het water te gebruiken. Ja, je ziet verschillende interesses. Hè. Dus vanuit de landbouw... zijn er experimenten aan het doen natuurlijk van wat kun je nu als alternatieve bron gebruiken. Maar vooral ook wat zijn dan de kansen en de risico's inzichtelijk maken. Wat Ferdinand ook noemt is de interesse vanuit de industrie. Een bekend voorbeeld is denk ik boerbierwater vanuit Bavaria. Hè, van we hebben restwater, we onttrekken grondwater, we lozen weer water op het oppervlaktewater. En de boeren die hebben last van droogteschade. Kunnen we dat water niet terugleveren? Maar je ziet dat nu veel breder komen. En inderdaad is er nu ook een... vanuit het programma Water in de Circulaire Economie gaat een project ook starten met een grote zuivelindustrie. Die zegt, we hebben dat restwater van ons lozen we nu op het riool. Hoe kunnen we dat op een betere manier inzetten? Misschien voor ons eigen gebruik intern, maar misschien ook voor andere sectoren. Uiteindelijk ook weer om dat watersysteem uiteindelijk te ontlasten. En uiteindelijk gaat het ook weer, we hebben net de biodiversiteit al even genoemd, dacht ik. Hè? Een leefomgeving waar het goed toeven is. En dat is volgens mij waar we met z'n allen aan werken. En dat is niet één sector die dat oplost. Dat moet je met elkaar doen. En je ziet nu dat die sectoren elkaar steeds meer weten te vinden. Dus dat is de rode draad eigenlijk wel, die je de hele tijd wel hier terug hoort. Binnen de watersector, maar juist ook met sectoren. Eigenlijk zijn het gewoon de gebruikers, de partijen die het nodig hebben... Dat je die aan tafel krijgt en dat je daar de juiste discussie mee voert. Ja? Misschien nog een aanvulling. De industrie bestaat niet. Nee. Hè? Zo van, het is een containerbegrip. Van, kijk ook vooral goed naar de toepassing van het water wat je voor ogen hebt. Echt in de voedingsmiddelen of bijvoorbeeld als je het als boilerwater gebruikt... dan heeft het een andere kwaliteitseis... dan wanneer je het rechtstreeks gebruikt ten behoeve van de bereiding van voedingsmiddelen. Nee, dat is helder. Ja. Ik heb nog een vraag, die is ook gesteld van... stel dat we nu met z'n allen heel veel effluent gaan hergebruiken. Wat zal dat uiteindelijk betekenen voor de oppervlaktewaterkwaliteit? Gaat die omhoog of gaat die omlaag? Als we het goed doen... Thomas. De kwantiteit in het oppervlaktewater is ook een interessante vraag. Het kwam volgens mij al in jouw presentatie voorbij, Ruud, van... wat gebeurt er met het ecosysteem wanneer je al dat effluent niet meer loost op het oppervlaktewater? Ja. En is dit wel een natuurlijk ecosysteem als dit eigenlijk in de zomer grotendeels bestaat uit, uit RWCT-effluent? Uiteindelijk hoop je erop dat doordat je minder grondwater hoeft te gaan onttrekken en dit water, en daarom is het ook een en niet een of-of. Het is en het systeemherstel en minder onttrekken. Hoop je uiteindelijk natuurlijk dat die beken weer gaan... draaien op de natuurlijke afvoer, op de basisafvoer. We maken het ook wel complex, hè? Het is niet alleen maar dat lozen. Dit is uiteindelijk dat hele systeemherstel. En al die maatregelen samen moeten ervoor zorgen... dat die beken uiteindelijk dat die wel watervoerend blijven. Dus het is geen lineair verband. Hey, kijk, ik ben ervan overtuigd... die waterkwaliteit die gaat alleen maar verbeteren de komende tijd. Want het bewustzijn, wat ik net aangaf... dat het zoete water wat we hebben... dat je dat zo schoon mogelijk moet laten zijn, zo natuurlijk mogelijk. Dat wordt hierdoor alleen maar vergroot. Ik denk dat het echt alleen maar winst, winst, winst is. Niet alleen als je kijkt naar de kwaliteit van het gezuiverde rioolwater... maar ook als je kijkt van, er werd ergens gezegd... moeten we niet ook kijken naar het water? En jij gaf aan dat Bert Palsma van de STOA gaf dat aan. Wat komt er nou die zuiveringen binnen? Ja, dat bewustwording, die bewustwording begint ook te ontstaan. Ja. De bronaanpak van allerlei stoffen, dat krijgt ook veel meer aandacht. Want we realiseren ons, je kan water pas gebruiken als de kwaliteit goed is. Ja. Ja, en misschien ook nog wel aanvullend erop. Ik verwacht niet dat we overal al het effluent gaan gebruiken. De ene plek zal effluent een hele goede bron zijn. En de andere plek zal ander water een hele goede bron zijn voor allerlei toepassingen. Dus het idee dat we overal straks effluent gaan gebruiken voor al ons drinkwater, dat geloof ik ook niet. Ik denk dat we heel goed regionaal moeten kijken waar zetten we wat in.
Dus dit is één van de oplossingen. Ja, en ik hoor hier ook dat de perceptie dus heel anders zal gaan worden. Het is niet meer dat je aan een bepaalde norm wilt gaan voldoen, maar dat je veel meer gaat kijken van wat is het effect? Wat kan ik er straks mee in de regio om het uiteindelijk in te zetten? Ja, die mix ga je regionaal bekijken volgens mij. Ja. Dat is ook niet, dat is niet een landelijk of één generiek beeld wat je daaruit kunt destilleren. Dat moet je lokaal bijna gaan doen rondom die zuiveringskringen. Maar je wil wel dat het meegenomen wordt uiteindelijk in de afweging. Ja. He, dat het, een van de bronnen is die je kunt benutten. Net als brakgrondwater en dergelijke. Er zijn meer van dat soort sporen. Thomas? Ja, en vandaar dat ook de STOA nu die transitie doet van chemische kwaliteit ook naar biologische kwaliteit van het water. En dat ook wat Jelle zegt, de waterkwaliteit gaat steeds omhoog. Maar tegelijkertijd beseffen we ons ook steeds meer en meer door de vooruitgang in de analytische chemie hoeveel er eigenlijk wel niet in zit. Zeker. Dus dit loopt ook parallel. En beschouwen we dit nog als goede waterkwaliteit over 10 jaar? Als we beseffen wat er allemaal nog wel niet meer... En als je dat koppelt aan die KRW-doelstelling en de problematiek die daar misschien over een aantal jaren toch wel uitkomt, moeten we dan ook niet veel harder inzetten op die stappen die we nu al aan het zetten zijn, ook om effluentkwaliteit te verhogen, maar misschien ook nog verder gaan in het watersysteem? Ja. Ik hoop dat het hergebruik, het nadenken over hergebruik, uiteindelijk toe leidt dat we het water schoner gaan maken. En dat er ook de KRW-doelen, dat het hele ecosysteem daarvan profiteert. Hè? Dus enerzijds, we maken water van een samenstelling dat je het kunt inzetten voor andere sectoren. Maar eigenlijk ook überhaupt. Ik heb veel geleerd ook met experimenten die we gedaan hebben. Ik denk, het eerste jaar stond ik met mijn blote handen nog in het veld te werken. Nou, dat was vrij snel over. Nee, want het is, het wordt gezuiverd, maar het is niet schoon. Nee. En dat moeten we, denk ik, uiteindelijk toch niet willen. Dus ik hoop dat deze hele thematiek er ook gaat bijdragen om dat water gewoon schoner te krijgen. Ja, daar zit een mooie match volgens mij met een onderwerp wat we nog niet zo hebben benoemd nu is dat we natuurlijk ook die nabehandelingen gaan doen voor medicijnresten, micro's. Hè? Dus daar zit een hele mooie match. Dan heb je een waterkwaliteit waarvan het echt zonde is om het in de plomp te gooien, richting zee af te voeren. En dan krijg je een waterkwaliteit. Ik vind nog altijd een heel mooi vergezicht wat Lian Poa dan genoemd heeft, hè? De drinkable rivers. Als visie van, zou dat niet een mooi eindstation zijn om naar die ultieme waterkwaliteit te gaan? Daar zit je heel dichtbij als je nabehandelingen gaat doen. Ja. Met technieken die we vanuit de drinkwatersector nu kennen. Ja. Het woordje bewustwording bedenk ik me hier aan benen. Nou, weet je wat ik wel heel mooi vind, ook in deze discussie. Hè? We noemen het hergebruik, maar we gaan eigenlijk, we weten allemaal, we moeten van een lineair, een eindig systeem, waarin je uiteindelijk je grondstoffen uitput, moeten we naar een circulair systeem. En dat is natuurlijk hartstikke logisch dat je water daar ook een plek in geeft. Het is natuurlijk heel onlogisch dat je water op één plek onttrekt. Je gebruikt het even boven de grond als drinkwater. Je spoelt het door het toilet en vervolgens komt het in de Noordzee terecht. Hoe zorg je ervoor dat dat watersysteem circulair wordt? En daar dragen we met dit soort initiatieven echt aan bij. En ik hoop ook dat die bewustwording, ik denk ook dat bij de mensen die je daar op straat naar vraagt, die zullen daar denk ik ook al heel snel enthousiast voor worden. Ja. Want we weten dat het eindig wordt. Imke, ik zag dat jij ook nog iets wilde zeggen. Ik wou eigenlijk hetzelfde zeggen als Jelle zei. Dus eigenlijk ben ik wel klaar. Ja, maar misschien heb je nog wel een ander aspect. Ja. Wat Ferdinand zei, het grip op je influent. Dat vind ik ook nog wel een hele interessante. Want we hebben nu heel erg over het effluent. Maar het influent, als we beter weten wat er binnenkomt, ook het samenwerken met wat ervoor zit, kan ook al heel veel in die circulariteit doen. Ja. Ah, dat is een must, denk ik. Hè. Dus elke fabriek, noem ik ze dan nog maar even, die verantwoordelijk is voor een bepaald eindproduct, die zorgt dat die als een sodemieter weet wat hij binnenkrijgt. Want daar zit je sturingskans ook op de producten die je maakt. De verantwoordelijkheid daarvoor. Ja, en dan kwam de discussie net ook al eventjes, hè, van hoe ga je om met calamiteiten? En dat hangt ook veel af van wat krijg je onverwacht binnen. Ja, ik kijk eventjes naar Michelle en naar Cora. Hebben we hiermee, denk ik, de eerste polvraag, die hebben we hiermee beantwoord, denk ik. Hè? Ja. Dan gaan we door naar de tweede polvraag. En dat is eigenlijk de oproep van wat heb je vandaag gemist? Wat zou je graag willen horen? Waarvan denk je van, nou, er wordt om de hete brei heen gedraaid? Of het is niet concreet genoeg? Laat maar komen. Zijn er, wat jullie betreft, hier zaken die we gemist hebben? Ik hoorde net al iets over wat Lian Po. Dan dacht ik aan bewustwording. En dat heb ik vandaag niet echt. Ja, je hebt het wel een beetje aangestipt, Jelle, merk ik maar. Wat voor mij nog een beetje om de hete brei heen draaien is misschien wel het financiële model. Ja.
En het feit dat we, als wij in Brabant hergebruiksprojecten willen optuigen voor effluent, dan moet ik ook concurreren, noem ik het dan maar eventjes, ja, met grondwateronttrekking. En bij ons in Brabant kun je voor 2 cent per kuub tot miljoenen kubus per jaar aan grondwater onttrekken. Ja. Daar zijn ook langdurige vergunningen voor. Dus als wij bij de industrie langskomen, daar is dan ook nog weinig gevoel van urgentie te zeggen, hey joh, ik heb een vergunning, het kost me eigenlijk niks, waarom ga je niet naar mijn buurman? Want ik heb totaal geen probleem, hè? Waar heb je het over? Ja. Dus als wij vinden dat dit heel urgent is, dat water een absoluut hoge waarde heeft voor onze maatschappij, ja, dan moet je hem niet voor 2 cent per kuub weggeven. Ja. Of via een drinkwaterbedrijven zeggen, hoe meer je gebruikt, hoe goedkoper het wordt. Ja. Dat is natuurlijk een heel raar model, ja, eigenlijk. Ja. Ja, dan heb je het financiële model nog. Wat heb je aan infrastructuur nodig om dat hele hergebruik te gaan realiseren? En dat is allemaal prima op euro's te zetten. Maar wat het uiteindelijk bijdraagt aan dat robuuste watersysteem en die goede leefomgeving met z'n allen, ja, dat is veel lastiger. Ja. Ja, en ja, ik vind wel dat dat iets is waar we als maatschappij gewoon verantwoordelijk voor zijn. Ja. Om te zorgen dat we de boel niet uitputten. En zorgen dat die verschillende sectoren, ja, en natuur misschien wel als ja, meest afhankelijke, uiteindelijk van voldoende water worden voorzien, van een juiste kwaliteit. Ja, dus en daar zijn we verantwoordelijk, ja, voor. Hoeveel water hebben we daarvoor over? Hè? Ja. Waterveiligheid hebben we heel veel over. Ja. Waterbeschikbaarheid, ja, nou, ook een goede. Ja, ik sluit me daar graag bij aan, hè? Ook bij wat jij aangeeft en ook wat Ferdinand aangeeft. Ik had net dat citaat in mijn presentatie van Jan Rotmans, naar aanleiding van zijn boek over transities. Hij zei, een budgetneutrale transitie, die bestaat niet. Weet je, we zijn nu gewoon ons huidige systeem volledig aan het uitputten. En het is bijna heel vermoeiend als je het zegt, maar het is wel waar. En als je die negatieve impact nou in kaart probeert te brengen, er is uitgerekend in 2018 wat die droogte voor schade heeft berokkend in de landbouw. Dan heb je het over honderden miljoenen. Dat is dus op basis van een lineair systeem. We moeten toe naar een systeem wat in evenwicht is. En dan is het dus terecht dat je veel meer gaat kijken naar de waarde dan naar de directe kosten. Ik zou bijna willen zeggen, hoe kan je anno nu nog als bestuurder, een bestuurder van een waterschap, kan je nog uitleggen aan je kleinkinderen dat jij water van goede kwaliteit, van je zuiveringen, dat je dat afvoert via een van de rivieren naar de Noordzee? Ik denk dat dat heel erg lastig is. Je legt de rekening, leg je letterlijk bij je kleinkinderen neer. Ja. Ja, ik word net vragen van wat ga jij eraan doen? Maar één ding heb je al gedaan. Dat is de oproep aan bestuurders. Maar, nou, de oproep eigenlijk aan iedereen. Ja. En ik denk, we moeten van papier af. Dat zie ik nu gelukkig met dit soort initiatieven ook ontstaan. Want we kunnen het altijd heel goed uitrekenen hoe het werkt. Hoe gaan we het nu in de praktijk doen? Als ik hoor over de proef die jij aangaf, hè, in Haaksbergen, waarin ze gezuiverd afvalwater via irrigatie in de landbouw gebruiken, denk ik, ja, dat moeten we doen. Als ik andere voorbeelden hoor, het is een oproep die de energiefabriek, grondstoffabriek, volgens mij al heel erg lang doet. Die zegt, we kunnen studeren, maar ga het gewoon doen. Ja, maar er zit wel iets dubbels, hè, want ik ken die proef in Haaksbergen een beetje. Daar gebeurt het inderdaad, maar er wordt ook papier gecreëerd. Het gaat er juist om niet alleen maar te doen, ja, maar wel de juiste kennisvragen te stellen en die kennisbasis met z'n allen op te bouwen. En ook af te stemmen wie wat doet, hè? Dus dat we ook geen dingen dubbel gaan doen. Laat die portfolio opbouwen, want je merkt nu nog soms dat mensen die raken hier nu mee in de. Komen hier nu met het onderwerp in aanmerking. Ja, hoe krijg je die mensen nou mee op alles wat er al uitgezocht is? Ja, en ik ben heel blij met die praatplaat. Van laat daar maar eens met z'n allen op in gaan vullen wat er voor kennis allemaal al ligt. Ja. En zodat we iedereen daarin mee kunnen nemen. Ja, en, misschien nog wel één. Heel even naar Imke. Heb jij dingen gemist vandaag? Of dat je denkt, die zien we niet? Nee, ik denk dat het meeste aspect wel genoemd. Financiële is inderdaad wel de hete brei. En vooral, misschien kunnen we het wel op kosten zetten, maar wie gaat het dan betalen? En hoe gaan we dat organiseren? Dat vind ik nog wel een spannende, denk ik. En dat is de volgende stap van die financiële discussie, denk ik. En misschien ook wel een klein, heb ik dat gemist, juridisch toch wel. We hebben nu een heel klein gaatje juridisch, ja, maar er mag nog wel wat extra juridisch. Ja, dank wel even. Ja. Thomas, hoe kijk jij daarnaar? Ja, zoals Ferdinand zei, die urgentie. Binnen Aker Connect hebben we toch ook wel partijen zitten die zeggen van, nou, op dit moment mogen we ongelimiteerd grondwater onttrekken. Maar we hebben wel een seintje gekregen van de provincie van, hey jongens of meisjes, kijk even uit, want in de toekomst zou het kunnen dat niet meer het geval is. Ja. Dus die voelen wel die urgentie om
een overstap te maken richting andere bronnen van water. Ja, hier zie je dan denk ik met name ook wel het beknellende dat heel veel mensen blijven denken vanuit het huidige systeem, wat tuurlijk, een goed recht is. Veilig. Maar als je naar die volgende stap wilt, naar die volgende generaties wilt, dan beklemt dat dus. Dan is het juridisch, maar dan... Ja. Maar er zit ook wel een nuance. Hè. We moeten ook niet zeggen van we gaan nu volledig van de huidige bronnen af en we moeten helemaal over op effluent. De opgave die er al ligt om het extra water wat we door de bevolkingsgroei, door de woningbouw, om klimaatverandering, om de extra vraag te voorzien. Nou, dat is de eerste stap. En dan kun je, je moet je de huidige bronnen ook niet zomaar, ook zomaar loslaten, maar je moet wel goed over nadenken. Je moet je kop ook niet in het zand steken om nieuwe bronnen, alternatieve bronnen te gaan benutten. Ja. Ja. En ik zou eigenlijk ook willen zeggen, hoe leuk is dat? Ja. Het is veelkleuriger. Jij gebruikt het woord net. Nee, het is een mix van alles wat we doen. Helemaal terecht wat Ruud net ook aangeeft. Weet je, 99% van de bronnen voor drinkwater die we nu hebben, die hebben we over 30 jaar nog steeds. En terecht. Maar de VWN geeft wel een signaal af. 900.000 nieuwe woningen kunnen we overal nog wel voldoende drinkwater leveren. Ja. Maar het leuke vind ik, het wordt veel kleuriger. Je moet per gebied gaan kijken hoe het in elkaar zit. Ja. Nou, ja, hoe leuk is dat? Ja. En misschien, want het is me uit het hart gegrepen om te starten. Hè, dus echt projecten te gaan doen en die stap te zetten. Als we het hier hebben over systeemverandering, om nogmaals een term in te gooien. Dan heb ik altijd geleerd, John Grin van de UvA. Die zei altijd, hè, van, wat is dan een systeem? Het systeem is daar waar je tegenaan loopt. En dus het begint dus met beginnen te lopen. En dan ga je overrekken. Iemand van de regelgeving zegt, mag helemaal niet. We hadden voor energielevering ineens de provincie. Van, hey, maar daar waren jullie niet van. Ja. We moeten bewegen om te leren waar je dan tegenaan gaat lopen. En dat dan gewoon weer mee te nemen. Het bewegen, mooi. Ja. Kijk even naar Cora en Michelle. Kunnen jullie al iets teruggeven van wat eruit gekomen is uit de tweede polvraag? Nou, de financiële aspecten worden alom herkend. Dus daar zijn we toch wel aardig omheen gelopen. Eentje die bij mij uit mijn hart gegrepen is de duurzaamheidsaspecten. Van, we kunnen heel veel, maar uiteindelijk kost het ook veel energie en grondstoffen. En hoe maken we daarin een goede afweging ook? Oké, dus dat is de negatieve benadering van dat het meer inspanningen gaat kosten. Ik dacht meer ook aan, we hebben het net even biodiversiteit genoemd en leefbaarheid. Ja, maar je wordt ook alweer kansen, komen er ook weer kansen bij. Hè? Want natuurlijk, elke opgave voor een wateropgave komt botst ook met andere opgaven die er zijn. Maar ik las van het week ook weer dat er ook nagedacht wordt over energie of waterstofproductie, bijvoorbeeld, op rioolwaterzuivering. Dus hoe kun je nou dan toch weer, in plaats vanuit het negatieve dan denken, hè? Want het is heel makkelijk vaak om met de hakken in het zand te rem. Maar dat we die aspecten gewoon niet vergeten. Hè? Dat nee, we alleen maar naar waterhergebruik kijken. Nee, maar dat kan wel een belemmering zijn. Ik denk, Ferdinand, dat jij misschien wel een keer zei van ja, een deel van het waterschap heeft een opgave om het zoetwatersysteem beter op gang gezond te krijgen. En de anderen, die hebben de energieopgave. Ja, verrek, hoe ga je dat nou samenbrengen? Ja. Want het kan elkaar inderdaad bijten. En hoe ga je dat nou... Ja. Dus ook daar moeten we wel overheen zien te gaan stappen. Ja, het eerlijke verhaal vertellen ook. Hè? Want ook de huidige dingen kosten geld en kosten ook duurzaamheid. Dus je moet ook goed kijken hoe je ze afweegt met elkaar. En dat is nog wel een spannende. Dat vind ik wel leuk. Maar eigenlijk is hetzelfde met risico's. We zijn bang voor de risico's en misschien bang voor wat de kosten zijn. Of bang wat het voor extra energie kost. Als we het netjes in kaart brengen en eens goed naar kijken, dan valt het misschien nog wel mee. Ja. Als we de goede oplossingen kiezen. Ja, dat je het ene tegen het andere weg kunt strepen. Dat je verrast wordt door allerlei waarden die je ineens wel terugkrijgt. Ja, we kijken denk ik ook heel erg vanuit onszelf. Maar het is eigenlijk, de omgeving vraagt er straks ook gewoon om. Hè? Want de problemen die zijn al benoemd. Of een tekort aan water, of een teveel aan water, of het is niet schoon genoeg. Of zo kun je een aantal van die zaken bedenken. En eigenlijk zitten we nu heel erg te duwen. Maar je zou het ook andersom kunnen beredeneren. Van, ja, er is gewoon een vraag vanuit die omgeving. Betrek die er ook bij. Ja. En doe het dan ook samen met die partners. Hè? Dat is denk ik ook waar Thomas, waar jullie heel erg mee bezig zijn. Ja, zo is AquaConnect ook opgezet inderdaad. We hebben die regio's gedefinieerd en gekeken naar wat zijn nou de belangrijke spelers in die regio. En wie moeten we er nou bij betrekken vanuit die regio om iedereen aan tafel te hebben. Ja. Ja. Ik vind het wel spannend als je zegt, men vraagt erom dat men, laten we die inderdaad betrekken, maar ook vragen die financiële dingen, hoeveel hebben ze ervoor over? Misschien is het helemaal geen... Is het financieel helemaal geen issue? Hmm. Wil men wel betalen? Misschien ook niet. Ja, maar dat weten we misschien helemaal niet. Ja.
De programma's van vroege vogelskosten hebben ook in jullie regio nog voor de geest. Dat een individuele boer die wil wel, maar die wordt gedwongen vanuit zijn grotere kader te denken. En die kan niet anders, omdat die anders niet meer concurrerend is. Dus dat zijn denk ik wel die dilemma's waar die ook mezelf mee zit. Dat klopt. En dus dit is ook politiek, hè, in die zin. Dus we hebben het over waarde. Politiek is de verdeling van waarde. Ja. We zullen daar wel keuzes in moeten maken. Ja. Dus daar komt die ongetwijfeld weer op tafel. Dit zijn denk ik interessante aspecten ook om misschien over een jaar terug te kijken wat de resultaten zijn ook van de verschillende onderzoeken waar we mee bezig zijn en of deze vragen daar ook mogelijk in kunnen beantwoorden. Ik denk dat we hier even stoppen bij de polvraag 2 en dat we nog een derde polvraag even erin gooien. En die we ook graag een volgende keer zouden willen beantwoorden en bespreken. Welke onderwerpen of voorbeelden zou u graag op een volgende kennissessie aan de orde willen hebben? We zijn heel benieuwd. Eentje werd al net even genoemd door Michelle. Van nou, laten we over een jaar eens kijken wat stand van zaken is bij de projecten waar we nu mee bezig zijn. Ik denk dat een hele boeiende wordt. Wat ik vandaag eraan overgehouden heb, is dat dit allemaal projecten zijn waar niet de sector of een bepaald gedeelte van de sector in actief is, maar dat er juist ook die verbinding gezocht wordt. Ja. Niet alleen drinkwater of niet alleen afvalwater, maar dat bij elkaar brengen. Een watersysteem bij de waterketen koppelen. Zelfs het nog breder trekken met de hele omgeving erbij, zoals wat Thomas zegt. En Imke die bewust even heel goed natuurlijk ook benoemd wat de risico's zijn en hoe we die risico's... En de kansen. En de kansen, maar wel dat je daar ook stil bij staat. Ja. Ik denk dat dat een hele mooie, wat mij betreft een hele mooie opbrengst is van deze dag. En ook denk ik om ook mooi om te delen met de mensen die ook geïnteresseerd zijn in wateropgaven. En ook hopelijk komt dit verder dan alleen de watersector. Ferdinand, Thomas, Ruud, Jelle en Imke, bedankt. Cora, Michelle, ik denk dat we ook namens jullie mogen zeggen dat het heel fijn was om in deze setting hier te zitten. Ik sluit hierbij graag af en hoop jullie een volgende keer weer terug te zien. Mooi. De kijkers thuis, u ook bedankt en graag tot de volgende keer. The ground she walked on.